Goedemiddag allemaal. Leuk dat jullie er zijn op deze 9e juli. Het is lekker weer buiten. Maar ik vind het heel leuk dat jullie toch allemaal aanwezig zijn. En ik zie dat er al een heleboel mensen kijken. Gerry, Maaike, Simona, Betsy. En ik zie dat het getal hoger is, maar ik kan niet van iedereen de namen zien. Welkom, leuk dat je er bent via deze kijkkast live via mijn Facebookpagina. Of misschien kijk je deze video wel op YouTube. Ook dan natuurlijk van harte welkom. Ik ben Annette Elias van de kijkkast, mocht je dat nog niet weten. En in de kijkkast lives laat ik heel graag aan jullie diverse ideeën zien. Meestal met één stempelset. En dan vind ik het leuk om verschillende mogelijkheden en combinaties uit te proberen en te laten zien. Om jullie gewoon inspiratie te geven met de mooie stempels die Stampin' Up! Heeft. Alle informatie die ik vandaag geef, die komt ook allemaal op mijn blog te staan. Kijk je deze video op YouTube, dan zie je in de beschrijving hieronder, zie je ook een link naar die blogpost. Daar staan alle producten en foto's van alle kaartjes die ik maak, staan daar lekker overzichtelijk bij elkaar. En natuurlijk vind ik het heel leuk als je een reactie geeft. Ik moet even hoesten. Sorry daarvoor. Ik vind het heel leuk als je een reactie geeft. Dat geeft mij een beetje feedback. En ik vind het heel gezellig ook als jullie even laten horen tegen wie ik praat. Dat geldt zowel hier op Facebook waar ik nu ben als op YouTube. En wil je meer video's van mij zien, dan zou ik het natuurlijk heel leuk vinden als je je abonneert op mijn YouTube kanaal. Nou, ik zie al dat er al hallo gezegd wordt. Gezellig dames, hartstikke leuk. Nou, net als altijd mochten de volgers van mijn Facebookpagina mochten weer kiezen welke set we zouden gaan gebruiken. Ik geef dan altijd 3 sets geef ik aan en daaruit kunnen de volgers hun favoriet kiezen. Eventueel aangeven waarom ze die set willen zien of ze daar bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over hebben waarin ik in deze live terug kan komen. En dat ga ik dan laten zien in deze live. Dan ga ik daar meteen op reageren, eventueel vragen beantwoorden, voor zover die er van tevoren al zijn. En natuurlijk kijk ik ook op mijn andere scherm. Daar kan ik zien wat mijn live meekijkende mensen vragen of zeggen. En dan kan ik daar meteen op reageren. Ik krijg meteen al een vraag. Is je been al over? Zegt Gerry. Nou, dank je voor het vragen, Gerry. Nee, hij is nog niet over. Ik ben van de week een paar keer in het ziekenhuis geweest. Er is een beetje in gesneden en er zit nu van alles omheen. En ik ben voorlopig nog niet klaar. Maar het doet niet meer zozeer als eerst. En ik kan er weer een beetje op lopen, maar ik ben voorlopig nog wel even bezig. Maar gelukkig hoef ik hem niet de hele dag meer zo hoog te houden. Dus het stempelen gaat weer een beetje makkelijker. Ik ben wel, doordat ik veel weg was, ik ben ook nog met mijn eigen mams naar het ziekenhuis geweest. Dus daardoor ben ik niet aan alle mails uitgebreid toegekomen. Dus dat komt nog helemaal goed. Hallo Ria, leuk dat je er ook bij bent. Ik zie nieuwe en vertrouwde gezichten. Nou, ik ben hartstikke blij dat jullie er live bij zijn. Nou, ik denk dat we genoeg gekletst hebben. Ik ga laten zien welke stempelset we gaan gebruiken. En die staat in de nieuwe jaarcatalogus van Stampin' Up. En dan gaan we even naar de kerstafdeling. En dat klinkt heel gek, aangezien we midden in juli zitten. Dus het is hoogzomer eigenlijk. Maar toch gaan we iets gebruiken uit deze afdeling. Je kunt hier altijd een klein embleempje. Ik moet even schuiven. Ik ga ook even de camera draaien. Je kunt hier altijd een klein embleempje zien. En daaraan zie je welke afdeling van de catalogus je zit. Dit is de Christmastime afdeling. En ik ga even verder bladeren tot ik de bladzijde zie die ik moet hebben.
En die is hier. We gaan namelijk werken met de Seasons Blessings Bundle. Ik vind het zelf een superleuke set. Ik vind de tekenstijl van de set heel erg gaaf. Daar viel ik echt meteen op. Maar wat ik ook heel erg leuk vind van deze set is dat hij meer is dan alleen een kerstset. En dat ga ik in deze live laten zien. Het leek me leuk eigenlijk een rondje door het jaar te maken. Dus ik ga alle vier seizoenen ga ik een beetje af. Dat leek me een leuk idee. En zo kun je natuurlijk zien wat de mogelijkheden zijn. Ik ga ook lekker mixen en matchen met allerlei materialen uit de catalogus. Dus zo zie je een beetje wat de veelzijdigheid van deze set is en wat je ermee kunt. Natuurlijk maak ik geen heel ingewikkelde projecten tijdens deze live. Maar ik denk dat je er best wel wat ideetjes van op kunt doen. Je zag vorige weekend van mij, het eerste weekend van juli, ook al een kaart op mijn blog. Die komt straks ook nog even voorbij. En daarmee heb ik een echte kerstkaart gemaakt. En nu ga ik eigenlijk een beetje beginnen in het jaargetijden waarin we nu zitten. Dat is de zomer. En dan ga ik naar de herfst, naar de winter en dan weer naar de lente. En dan hebben we het hele jaar een beetje gehad. Nou, het lijkt me leuk om dat met jullie te gaan doen. Dus ik ga snel mijn boek sluiten. En dan ga ik de stempelset laten zien. Dat is deze. En het is een hele leuke stempelset met ontzettend veel stempels. Er zitten maar liefst 19 stempels in. En wat ik zo leuk vind is dat er heel veel details in zitten. Nou, buiten de bloemen en dergelijke zitten er ook hele kleine stempeltjes bij die je weer in de bloemen kunt doen bijvoorbeeld. Er zitten ook teksten bij die eigenlijk een beetje veelzijdig zijn, zodat je het hele jaar ermee doorkomt. En je kunt er gewoon ontzettend veel kanten mee op. Ik ben er weg van. Maar wat deze set ook nog extra leuk maakt, zijn de dies. Dat zijn de Seasonal Basket Dies. En dat zijn deze. En je ziet dat je eigenlijk alle afbeeldingen uit de stempelset kunt uitstansen. Behalve dan die kleine stipjes, maar die stempel je natuurlijk meestal in de bloemen. En er zit ook een hele leuke extra bij. En dat is deze gave stans. En dat is een prachtige opengewerkte mand. Die is helemaal in de trend van nu. En daar past eigenlijk ook de hele stempelset wel goed bij. Die een beetje botanische trend. Ook de woontrend met dat riet- en natuurmateriaal. Je ziet hier ook een stempel van een mand. Natuurlijk kun je daar ook makkelijk een pot van maken. Dat is net je eigen fantasie natuurlijk. Dus je kunt hier helemaal mee uitleven. Nou, ik ga de dies ga ik gewoon start klaarleggen. Dus die leg ik gewoon zo neer. En de stempelset leg ik weer opzij. Nou, je ziet dat ik hem al gebruikt heb. Het mooie van deze stempelset, het is natuurlijk een fotopolymeer set. Nou, zoals je misschien wel weet, sinds de komst van de nieuwe catalogus zit er zo'n kafje in die ook de achterkant bedekt. En daarop staan de stempels afgebeeld, zodat je heel handig je stempeltjes zo direct in het doosje kunt plakken op de plek waar ze horen. Dan zie je ook meteen of er wat ontbreekt. En dat is natuurlijk handig. Want zo voorkom je dat je dingen kwijt gaat raken. Dus ik ga hem wegleggen. Nou, we hebben deze maand natuurlijk die prachtige promotie met een 9-tal soorten designpapier die in de aanbieding zijn met 15% korting. Nou, ik ga er daarvan ook een aantal gebruiken, want deze set combineert geweldig met van alles uit de hele catalogus. Dus ik heb als eerste dit pak designpapier erbij genomen. Ik vond het lekkere felle zomerse kleurtjes. En daaruit heb ik dit vel genomen. En daar gaan we straks lekker mee aan de slag. Je ziet dat het allemaal van die heerlijke fleurige motiefjes zijn. Kleine motiefjes, heel schattig.
Dit is het Sweet Symmetry Designer Series paper. Komt ook uit een suite waar een stempelset bij hoort. Maar ik vind het altijd leuk om dingen ook lekker dan weer te husselen. En dan in combinatie met andere dingen te gebruiken. Nou, dat gaan we nu dus lekker doen. Ik heb uit dit pak papier heb ik dit papier gebruikt. En ik heb dit papier gebruikt. Vond ik een heel schattige combinatie. Met dat zachte groen en dat zachte roze achtergrondje. Met die fleurige bloemetjes erop. En dat werd een beetje het thema voor mijn eerste kaart. Nou, dan begin ik met een achtergrondje in Basic White. En toen heb ik een stukje van dat fleurige papier genomen. En dat heb ik gestanst, want ik heb deze stansset er nog bij genomen. Dit zijn de Basic Borders Dies. Daaruit heb ik deze stans gepakt. En daar heb ik hier een tweedeling in gemaakt. Je ziet ook dat het ontzettend leuke stikselrandje er langs gemaakt is. En in deze set zitten een en al leuke randjes. Waarmee je de leukste dingen echt kunt maken. Dus ik ben heel erg weg van deze set. Maar ik heb het alvast even voor bewerkt. En dan wil ik graag deze strook, die wil ik hier hebben. Deze haal ik over, die gebruik ik gewoon voor een ander kaartje. En dit was een beetje mijn uitgangspunt. Dus ik ga hiervan een beetje de kleurtjes gebruiken. En ik heb hier gewoon van een extra stuk Basic White heb ik wat stroken gesneden. Hallo Heidi, leuk dat je ook meekijkt. Uit deze stroken kan ik mooi mijn afbeeldingen stempelen en dan kan ik ze daarna uitstansen. En dat werkt gewoon heel makkelijk. Nou, omdat ik natuurlijk met fotopolymeer stempels werk, gebruik ik mijn stamping peersmet erbij. En dan ga ik beginnen met de mand die ik wil gebruiken. Daar neem ik deze stempel voor. En ik heb natuurlijk inktjes gekozen die bij mijn designpapier passen. En ik heb het niet helemaal voorbedacht, maar ik heb gewoon kleurtjes bij elkaar gezocht. En nou, go with the flow, zeg maar. Dus ik heb Calypso Coral. Coral moet ik zeggen. Flirty Flamingo, Bumblebee, Just Jade en Night of Navy. Die kleurtjes zitten allemaal in het designpapier. En begin ik met de mand. En ik denk dat ik die lekker in Calypso Coral ga doen. Hallo Catharina, goedemiddag. Gezellig dat je er ook weer bij bent. Zo. En dat is natuurlijk super leuk, want hierin zit dat echt geweven motiefje heel leuk verwerkt. Ik maak even mijn stempel schoon hier naast mijn werkplekje. Mijn stamp in scrub. En dan droog ik hem meteen af en dan kan hij weer terug in een doosje. En dan kan deze inkt alvast dicht. Nou, dan ga ik dit blad gebruiken. Dat is best een grote stempel. Even kijken. Die doe ik op een wat groter blokje natuurlijk. En die ga ik stempelen met ook weer een van de kleuren uit de set. En dat is Just Jade, een van de kleuren uit het designpapier. Just Jade, dat is een inkcolor van 2020-2022. Ik vind het een ontzettend mooie kleur. Een beetje blauw-groenachtig.
Nou, hierin aan zie je mooi die bijzondere stijl waarin deze set is ontworpen. En ik ken bepaalde illustrators. En die vind ik altijd heel leuk, die stijl die zij maken. Er is ook een tijdschrift, een Nederlands tijdschrift. Ik zal nu de naam niet noemen, maar ik weet dat er heel veel mensen gek zijn op dat tijdschrift. En daarin werkt ook vaak een illustrator die dit soort dingetjes maakt. En ja, ik vind het altijd super leuk wat zij voor elkaar weten te krijgen. Nou, dan ga ik wat bloemen stempelen. Dan draai ik mijn blaadje gewoon even. En ik denk dat ik ga kiezen voor een combinatie tussen deze en deze. En dan ga ik even kijken welke kleuren ik daarvoor ga kiezen. Nou, Bumblebee. En Flirty Flamingo. Die komt ook weer terug in de achtergrond. En ik ga even kijken of ik ook Night of Navy ga gebruiken. Dan neem ik het ronde bloemetje. En die ga ik stempelen in Bumblebee. Lekker fris kleurtje. Ik weet nog niet precies hoeveel bloemetjes ik nodig ga hebben. Dus ik stempel er gewoon alvast een paar. En ik denk dat ik, even kijken, die kleine bloemen dan in Night of Navy ga doen. Daar doe ik er twee van. Hallo Henny, leuk dat je ook erbij bent. Gezellig. En dan neem ik nog die kelkachtige bloem. Even kijken, die is hier. En dan ga ik die stempelen in Flirty Flamingo. En ik denk dat ik er twee nodig heb, maar ik stempel gewoon eentje extra voor het geval dat. Nou, je ziet, het werkt super makkelijk, de set. Dan ga ik alvast de stansjes erbij zoeken. Nou, eerst natuurlijk hier heb ik de stans voor de blaadjes, voor de mand en voor de grote bloem, voor de kleine bloem. En voor die kelkachtige bloem. Dan kan ik dit allemaal even uit de weg. En dan pak ik even mijn stansmachine erbij. Even ruimte maken. Zo. Dan leg ik het hier gewoon even erop. Maar de stansen doe ik even naast mijn werkblaadje, omdat anders dit papier zo gaat schuiven. En het ziet er voor jullie heel onrustig uit. Nou, je kunt op de platen altijd zien welke je moet gebruiken. Dit is plaat. Even kijken, plaat 1 die heb ik nodig. En de twee snijplaten. En zo. Begin ik met de mand. Jullie kennen allemaal dat grappige filmpje waarschijnlijk wel van mand. Ik kan het niet nalaten om daar even aan te denken nu. Zo. Nu werk ik natuurlijk een beetje overdwars, omdat jullie anders het niet kunnen zien. Dus het kan er wat lastiger bij. Normaal gesproken werk ik gewoon verticaal. Dan kan ik er prima bij.
je ziet dat alles gaat schuiven. Dus daarom werk ik meestal even een stukje naast me leggen. Dan kan ik er beter bij. Dan neem ik het grote blad. Zo. Nou, ik zie dat jullie het net half een beetje mee kunnen kijken. Het is heel leuk, want dit zijn twee aparte takjes, krijg je. Het is één stempel en het is één stans. Maar je krijgt twee aparte takjes, dat is best handig. Ik haal even dit eraf. Dan zit dat niet in de weg. Dan neem ik de grote bloemenstans. Even kijken hoe die moet. Ja, deze zo moet. Ja. Ik zoek altijd even naar iets kenmerkends. En hij heeft hiervoor twee van die kleine puntjes. En dan doe ik ook meteen één zo'n kleintje. Zo, die er even op. Maria zegt, ik ben net terug van een boodschapje op de fiets. Nou, het is ook heerlijk weer daarvoor. Er waren al lieve dames die zeiden van, zou je dat allemaal doen? Live gaan als je zo'n week hebt gehad. Maar mensen, ik word hier alleen maar blij van en ik krijg er alleen maar energie van. Dus het is hartstikke leuk. En ik ben blij dat ik weer lekker wat meer kan stempelen. Want dat heb ik wel erg gemist. Niks kunnen doen is al vervelend. En dan ook nog niet kunnen stempelen. Dan is het dubbel vervelend. Zo. Zo fijn dat de mini stamping Cutten & Boss zo heerlijk soepel werkt. Nog één groot bloemetje. Even kijken. Moet die hebben. Even zoeken naar de twee puntjes. Ja, hier. En even die andere bloemstans erbij. Ze zijn allebei verschoven. Ik doe het even zo. Dan leg ik ze hier even goed. Leuk geprobeerd, maar ik dacht, dan zien jullie wat beter wat ik doe. Maar ik moet het gewoon even praktisch doen. Hoi Marga! Leuk dat je ook meekijkt, gezellig. We krijgen een leuke verzameling. Dan heb ik alleen nog die twee kelkachtige bloemen. Ik draai mijn plaat even om. Om een beetje de plaat mooi recht te houden. Dat helpt, hè, als je je plaat regelmatig draait. Doe ik het toch weer. Ik moet het gewoon hier even neerleggen. Nou, we zijn er bijna. Dus
zal nog even de laatste bloem uitstansen en dan kunnen we lekker gaan schikken. Zo. Het is wel een set die ontzettend makkelijk werkt. Gerry vraagt, komt er nog een magnetische plaat voor de machine? Ja, daar wordt aan gewerkt. Er was een magnetische plaat, maar daar waren ze niet 100% tevreden over vorig jaar. En Stampin' Up houdt er niet van als ze niet 100% tevreden zijn. Dus die hebben ze gewoon voorlopig even onbestelbaar gemaakt. Ik weet niet meer precies hoe het erop zat. Maar dat maakt niet zoveel uit. En zo. En die nog. Ik denk dat deze hier zat. Nou, heb ik lekker mijn blaadjes gestempeld. En dan denk ik dat ik hier even de tekst ga stempelen. En het lijkt me heel erg leuk om Wishing You Well te doen. Want dit is echt een vrolijke kaart om iemand even wat goeds te wensen. Het kan beterschap zijn of succes of wat dan ook. Maar om terug te komen op die magneetplaat. Ja, daar gaan we wel van uit dat die gewoon weer komt. Daar zijn ze wel mee aan het werk dus. Maar dat doen ze pas als die echt 100% oké is. Dus dat is alleen maar een goede zaak, denk ik. Het lijkt me leuk om die Wishing You Well hier in de hoek te stempelen. Gewoon lekker subtiel. En mag die weer even terug in een doosje. En dan ga ik even kijken hoe ik uitkom en hoe het eruit ziet. Laat die lekker een beetje die kant op steken. Je kunt natuurlijk ook meerdere takjes stempelen. En ik vind het leuk om hier ook nog even hartjes in te stempelen. Dus ik denk dat ik dat eerst even ga doen. Ook bij die blauwe bloemen. Ga ik in deze grote bloemen ga ik eens even kijken. Ja, ga ik met Night of Navy stempelen. Vind ik een leuk contrast effect geven. Ja, dat staat heel leuk. Kijk maar eens hoe schattig dat staat. Dat beetje blauw erin. En dan ga ik in de kleine bloemetjes ga ik stempelen met de kleur die we ook voor de mand hebben gebruikt. Calypso Coral. Even kijken, dat is hier. Het zijn natuurlijk hele kleine bloemetjes. Maar het werkt super makkelijk. Ik zie ze er meteen nog leuker en liever uit. Nou, dan ga ik nu even alles opzij schuiven. En dan ga ik eerst dus even beginnen met de grotere bloemen. Ook leuk om wat over de rand te laten steken. Ik ga ze zo een beetje verdelen. Komt die hier een beetje tussenuit. Ik doe gewoon maar wat, hè. Het is met deze set super makkelijk. Deze kan hier achter een beetje. Lijkt me leuk om deze hier een beetje uit te laten steken. En dan doe ik
deze blauwe even als klein accentje. Dus die komt hier. En ik denk dat het leuk is om deze hier te doen. En ik denk dat ik dan al aardig in de buurt kom. Nu kan ik nog kijken of ik wil sponsen op de achtergrond of blenden. Maar ik denk dat ik dit kaartje gewoon lekker fris ga houden. Dus ik weet nu dat ik aardig goed uitkom. Dan mag dit eventjes opzij. Dan ga ik eerst deze strook designpapier even op mijn kaartstok plakken. Zo. En dit designpapier is dus nu ook met 15% korting te bestellen. Tot en met begin augustus is dat nog. En ik denk dat ik nog maar een pakje bij bestel. Want ik vind het echt superleuk papier. Combineert ook heel makkelijk met allerlei stempelsets. Ik vind die basis zo al leuk. Gewoon dat papiertje is al zo schattig. Ik denk dat ik deze mand straks met dimensionals ga plakken. Dus ik leg hem nu gewoon even los neer. En dan ga ik die blaadjes, die ga ik gewoon zo opplakken. Die plak ik wel zo. Hier en daar een klein beetje lijm. Ja, dit is echt super schattig, dit designpapier. Zo. Schat een beetje naar links. En als je wil kun je natuurlijk ook meerdere takjes stansen. Dan kun je het voller maken. Maar ik vind het wel leuk omdat dit natuurlijk al een druk papiertje is. Om dit wat stilistisch te houden. Zodat het gewoon ja, wat duidelijker is. Duidelijker blijft. Nou, deze wil ik hier een beetje zo op de hoek had ik besloten. En dan daar komt er eentje bovenop en daar komt er eentje bovenop zo. En die ga ik met dimensionals plakken. Even kijken. Hier. Nu eigenlijk mijn mandje ook alvast opplakken. Ik heb de takjes nu toch al bevestigd, dus dat is geen probleem meer. Ja, Maria, dit is ontzettend leuk papier. Dit heet, ik zal hem even opzoeken voor je. Sweet Symmetry Designer Series Paper. Hele leuke, kleine, beetje ja, van dat folklore-achtige papier. Misschien heb je het doosje gezien wat ik er vorige week mee heb geplaatst. Ik heb met dit papier al zoveel leuke ideetjes. Ik wou dat ik een doos tijd kon bestellen bij Stampin' Up. Want het is allemaal superleuk. Kijk, ik zorg zo al voor een mooie basisverdeling. Met zeg maar de meest opvallende bloem uit de set. En dan kan ik vervolgens met deze stempels of met deze bloemetjes het verder gaan opvullen. Die ga ik gewoon erachter plakken zo.
een beetje ertussen. En dan ga ik die hier een beetje bovenaan plakken. En die laat ik net een klein stukje achter de blaadjes steken. Ziet het er een beetje natuurlijk uit. Alsof het een leuk speels wild boeket aan het worden is. En dan ga ik ook nog even die kleine bloemetjes plakken. Daar neem ik even mijn mini dimensionals voor. Daarvoor wil ik er eentje hier hebben. Even kijken. Ik denk dat dat zo leuk is. En, oh, kleine. En eentje een beetje aan de bovenkant. Even kijken waar ik hem leuk vind. Ik denk hier toch aan de zijkant. Nou, dan heb je zo een lekker speels boeket gemaakt. Als je het leuk vindt, kun je ook nog deze ertussenuit laten steken. Dat is dan handig om te doen als je nog niet alles vastgeplakt hebt natuurlijk. Maar zo kun je volop variëren. Ik hou deze eerste kaart gewoon lekker zo basic. Ik ga hem straks nog wel een klein beetje versieren, denk ik. Ik ga gewoon even kijken of ik het leukst kan vinden. En het leek me leuk om dit designpapiertje te combineren met dit papier. Dat is heel leuk. Just Jade neutraal papiertje. Ook uit dezelfde set zoals je ziet. En dan heb je net een mooi randje eromheen. Wat net niet helemaal gewoon effen is. Maar net even spannender. En deze komt weer op een kaart. Ook in Just Jade. En die is deze keer even groot. Dus ik heb geen randje vrijgehouden. Ik wil echt dat je gewoon het designpapier als basis hebt in dit geval. Dus deze komt gewoon hierop. Die is precies even groot als de basiskaart. Dan krijg je een beetje een wat moderner aandoend effect. Zo. En deze komt hierop verder. Lekker weinig toeters en bellen. Ik ga hem wel even met dimensionals doen. Zo. Lekker, Maria. Maar je zegt, ik zit heerlijk relaxed te kijken naar de video. Nou, mooi zo. Lekker even op de vrijdagmiddag. Nou, plak ik deze hierop. En dan hou ik hem lekker verder. Heel simpel. Ik ga nog wel even een klein glimmertje toevoegen. Ik heb hier de Holiday Rhinestone Basic Jewels. Die pak ik echt heel vaak, omdat er verschillende kleuren steentjes bij zitten. En eigenlijk past er altijd wel eentje bij mijn papier. Ik ga in dit geval die gele gebruiken voor het zomerse effect. En die ga ik gewoon hier en daar een beetje tussen plakken. Gewoon om het een beetje op te vrolijken. Altijd zo'n klein glimmertje doet het altijd leuk, vind ik zelf. Even kijken, hier eentje. Ja, nee, ik wil die daar hebben. Zo. En ik vind het leuk om er hier ook nog eentje te doen.
En omdat ik een oneven aantal wil hebben, pak ik er nog eentje bij. En dan ga ik even kijken waar ik die mooi vind. En ik denk dat ik die hier eronder ga doen. Dat geeft een mooi evenwicht in het geheel. En ik denk dat ik er gewoon verder niks bij ga doen. En dat ik hem lekker verder zo ga laten. En dan heb je je eerste kaartje klaar met de Seasons Blessings set. En dan een heerlijk zomers kaartje. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Dan zie je hoe leuk al die kleuren matchen met het designpapier. Lekker fleurig bij elkaar. Hoi Loretta, gezellig dat je ook meekijkt. Nou, dit was mijn eerste kaartje. Nou, wat komt er na de zomer? We willen er nog niet aan denken. Maar na de zomer komt de herfst. Helaas. Gelukkig duurt het nog een tijdje. Even kijken. En ik heb dus ook inkt genomen in lekkere herfstige kleurtjes. Dat zie je. En daarvan ga ik dus mijn tweede kaartje maken. Deze mag even op het plekje van de afgemaakte kaartjes. Nou, ook nu heb ik weer een designpapier genomen. En dat was in dit geval het Beauty of the Earth Designer Series Paper. Het papier wat bij de bomen hoort. Je kent hem vast wel. Allemaal blaadjes, boompjes, watercolor look. Helemaal te gek, vind ik hem zelf. En er zit een heel mooi papiertje in. Met van die mooie herfstige kleurtjes. Nou, en die leek mij perfect voor mijn kaartje met Seasonal Blessings. Seasons Blessings in herfstkleuren. Dus hier hebben we hem. Kijk, die kleuren, dan heb je natuurlijk meteen al dat herfstgevoel. En ik heb ook een extra stukje genomen. Dit is ook papier uit de set, zoals je ziet. En die heeft aan de achterkant een heel mooi houtmotief. En dat vond ik er mooi bij kleuren. Nou, herfst doet me altijd denken aan een beetje ruig en natuurlijk. Dus daar ben ik een beetje op gaan voortborduren. En het lijkt me leuk om deze strook dus een beetje ruiger te maken. En dat ga ik doen door er gewoon een stukje af te scheuren. Dan ga ik expres een beetje hoepelig scheuren. Dus een beetje ruige look maken. En die komt straks hierop. Dan heb je meteen al een leuk uitgangspunt. Nou, dan ga ik beginnen met het maken van mijn schikking. Ik ga nu natuurlijk andere elementen kiezen. In de herfst krijg je wel eens een boeket en daar zitten van die echt herfstige kleuren, bloemen in. Van die chrysanthemen soms. Van die oranje roestachtige kleuren chrysanthemen. Die leken me heel leuk hierbij. Verder leek het me leuk om dat eikenblad te gebruiken. Want dat gebruik je ook vaak in herfstige boeketten. Ik vind het nog wel eens leuk om een bloemstuk te maken. Dan verkleur dat ook zo mooi als je het eenmaal op tafel hebt staan. Dus nou, dat is een beetje het idee. En voor die natuurlijke look leek het me ook heel erg leuk om die leuke mand uit de standset te gebruiken. Dus ik heb een stukje cardstock genomen in soft suede. En die ga ik dan even stansen. Daar ga ik de mand uithalen. Zo, er zitten heel veel kleine stukjes in, dus ik haal hem even heen en terug. Dan gaan die er lekker snel uit. Neem ik even mijn dye brush. En ik zie dat hij er eigenlijk vanzelf al uit gaat. Kijk, meestal valt er eigenlijk al zo al uit. Eigenlijk vind ik het ook best leuk als er nog wat stukjes in blijven zitten. Zie je dat?
Dus ik haal het meeste eruit, maar ik laat er ook een paar in zitten. Ik heb meteen een soort confetti op tafel liggen. Lijken net vliegenpoepjes. Zo. Zo, even ruimte maken weer. Zo. Die gaan zo de prullenbak in. En om wat meer contrast te krijgen in die mand, neem ik even mijn blending brushjes erbij. Even kijken. Mijn brush voor de bruintinten. Dat is deze. En dan neem ik de bruine inkt er even bij. Heb ik die nou net niet gepakt? Nou, ik denk het niet. Dus dan pak ik die eventjes. Ik wil de Early Espresso even hebben. Pak even de inkt erbij. Waar ligt hier? Niet meer in. Oh ja, waar ligt wel een rekje? Dat zeggen, had ik hem nu toch al. Zo. Dan zet ik hem een beetje aan, dat hij wat, net wat pittiger wordt. Nog wat meer inkt op. Kijk, je ziet hier meteen het leuke effect op de achtergrond. Zo. Kijk, nu gaat hij meteen een beetje contrasteren, zie je dat? En ik ga die blending brush ook even langs de randen van mijn designpapier halen. Gewoon met de inkt die er nog op zit. Voor straks een klein beetje extra contrast met de achtergrond. Je ziet het bijna niet, maar je ziet aan mijn achtergrond dat er wel degelijk kleur opgaat. En het effect zie je straks vooral als we de boel in elkaar gaan zetten. Nou, dan ga ik beginnen met stempelen. Dan neem ik weer even mijn strookje kaartstok erbij. En dan ga ik even kijken wat ik erin ga stempelen. Nou, als basis neem ik gewoon weer diezelfde tak, want dan heb ik meteen een mooie vulling. Ga ik even kijken of dat hier nog op past. Ja, dat past precies. Het lijkt me leuk om daar nou juist even een andere kleur voor te nemen dan je zou denken. Dat ik daarvoor cinnamon cider ga nemen. Nou, dan hebben we meteen het herfstgevoel wel te pakken, denk ik. Zie je meteen hoe totaal anders deze stempelset of deze stempel eruit ziet met andere kleur inkt. Ik ben mijn Stamping Pierce Matte vergeten, dus ik hoop dat het even goed gaat. En anders stempel ik hem gewoon opnieuw. Nou, ik heb geluk. Dat gaat goed. En dan ga ik nu wat doen met die mooie eikenblaadjes. We hebben drie maten, zie ik. Dus ik pak ze er alle drie even bij. Mm.
Zo. Neem ik ook meteen even een nieuw strookje papier erbij. En natuurlijk mijn Stamp & Pierce mat, niet nog een keer vergeten. Nou, en dan ga ik die stempelen met groen, maar ik ga wel een beetje kleurgradaties erin aanbrengen. Dus ik neem Old Olive en Mossy Meadow. Misschien is het nog leuker om in plaats van Mossy Meadow even een andere kleur te nemen. Om nog meer dat herfstgevoel te krijgen. Ik denk dat ik misschien toch wel weer deze kleur neem. Nu ga ik een trucje doen. Dus let heel goed op wat ik nu ga doen. Ik neem de stempel en ik beïnkt hem in de kleur die ik het meest op mijn stempel wil hebben. En dat is dus die Old Olive. Dan stempel ik hem één keer af. Dan ga ik een heel klein beetje tippen met alleen de randjes. Je ziet dat ik een paar kleine stukjes heb. Tip ik hem een paar randjes in de donkerdere kleur. En dan druk ik hem af. Wat je dan krijgt is een stempelafdrukje met een beetje verkleuring erin. Heel erg leuk voor die herfstblaadjes. Waar je wel aan moet denken is dat je nu niet weer in de lichte inkt gaat. Dat je hem eerst even schoonmaakt. En dat je dan weer hetzelfde trucje gaat herhalen. Eén keer afstempelen. En dan één of twee hoekjes heel licht aantippen. Dit noemen ze ook wel de rock'n'roll techniek. Ik doe hem alleen dan wat subtieler. Met de rock'n'roll techniek ga je zo alle randjes doen. En ik wil alleen maar een klein beetje. En het is natuurlijk elke keer anders bij elk afdrukje wat je maakt. Want je doet nooit precies hetzelfde stukje op de donkere inkt. Kijk, zie je? Je krijgt dan heel verschillende blaadjes. Maak ik hem weer schoon en dan doe ik nog één keer hetzelfde. Afdrukken. En nog een keer een beetje op de inkt. En zo zie je dat ik drie verschillende blaadjes heb. Nou, deze stempel ga ik opbergen. Neem ik het grote eikenblad stempeltje. Er zat even een dimensional dingetje op. Die duik altijd overal op. Dat zal je vast bekend voorkomen. Nou, ze werken zo ontzettend fijn, die dimensionals. En daar doe ik hetzelfde mee. Dus even in de lichtste kleur. Afstempelen en de randjes een beetje aantippen hier en daar. Dus dat moet je heel subtiel doen. En dan stempel je hem. En dan niet te vergeten je stempel steeds schoon te maken. Even kijken, zal ik er nog eentje doen? Ik doe er gewoon nog eentje. En dan zie ik wel of ik er aan het gebruiken ervan toe kom. En ook die stempel ik dan. Nou, kan die ook terug. En dan neem ik nog het derde blaadje. Dit is het middenmaatje. Eén keer afstempelen. En juist omdat ik hem één keer afgestempeld heb, zit er niet zoveel inkt meer op. Dus krijg ik ook niet vervuiling van mijn andere inkt, mijn tweede inkt, zeg maar. Steeds tussendoor schoon. Ja, nee. Even opnieuw. Even afstempelen. Marja zegt, wat een leuke techniek, Annette. Het blad leeft veel meer. Ja, dat is zeker zo. Als je een blad wat meer kleuriger maakt,
Het is net een look die je wil bereiken. Hè? In dit geval wil ik dat. Dus doe ik het op deze manier. Om een meer herfstige look te krijgen. Nou, er zit best wel veel bruin op. Dus ik ga één hoekje ervan doen. Zie je? Het grootste deel is al bruin van deze. Maar ook dat is leuk. Juist al die verschillen. Nou, ik heb hier een hele lading blaadjes. Het is een heel makkelijk techniekje. Dat heb je gezien. Nou, ik had het net over die mooie roestkleurige chrysanthemen die je altijd hebt in deze tijd van het jaar. Dus ik heb ook de kleur Cajun Craze genomen. En daarvan ga ik deze bloem gebruiken. Die krijgt alleen nu een heel andere hoedanigheid door deze kleur natuurlijk. Het is echt een super diepe kleur. En die druk ik gewoon drie keer af. En dan neem ik ook de kleine bloem. En die maak ik even een tintje lichter. Dan krijg ik wat variatie. Dus die stempel ik steeds een keer af. Lijkt het net of ik twee verschillende kleuren bloemen heb. Maar het is gewoon dezelfde kleur, alleen dan afgestempeld. Zie je? Zo krijg je leuke kleurnuances. En nu wil ik ook weer het midden even een tintje geven. En dat ga ik weer doen met die kleine stipjes stempel. En nu neem ik dan wel een lekker donker kleurtje ervoor. En ik denk dat ik dat met Mary Merlot ga doen. Het is een hele diep warme rood tint. Zit ook weer in mijn designpapier. En dat contrasteert niet heel erg met de bloem. Maar dat hoeft ook niet. In de herfst krijg je geen grote contrasten. Dan is alles wat meer, hoe zeg je dat? Ja, rustiger qua kleur. Het zijn allemaal een beetje natuurtinten en design. Ja, dan gewoon niet allemaal evenveel. Vind ik ook het mooie van de herfst, moet ik zeggen. De kleuren. Je ziet dat het allemaal heel makkelijk is en dat je een totaal andere stijl meteen krijgt met de set door de kleuren die je gebruikt. Zo. Nou, even denken of ik nog meer moest doen. Nee. Dat was het. Dan ga ik de stansjes er even bij pakken. Voor de eikenblaadjes. Eén. Twee. En drie. En de bloemetjes. Dan ga ik de rest even uit de weg halen. Even ruimte. Huppakee. Oh, ik heb natuurlijk dit blad ook nog. Dus daar pak ik even die grote stans nog voor. Dan pakken we weer het apparaatje erbij. Dan moet ik ook even aan deze kant ruimte hebben. Zo. Kijk, ik leg hem hierop. Ja.
En dan gaan we het eerste grote blad weer uitstansen. En zoals we net hebben gezien, zijn dat eigenlijk twee losse blaadjes als je ze eenmaal uitgestanst hebt. Zo. Die mag weg in de prullenbak. Ik heb natuurlijk wel wat onderdeeltjes te stansen, dus ik ben eventjes bezig, denk ik. Kijken of ik wat dingetjes tegelijk kan doen. Zo. Ik vind die kleuren zo mooi. Kijk, ik ben natuurlijk heel blij dat het nog geen herfst is. Maar ik vind de herfst altijd wel. En ja, dat gevoel van knusheid hebben. En dat heeft ook alweer iets. De blaadjes zijn echt super schattig. En met dit techniekje wordt elk blaadje net weer een beetje anders. Kijken we. Oh, en daar is mijn andere stansje. Even kijken. Dus die. En dan die. Nou, verschuif ik alles weer. Zo. Kijk, dan heb ik straks een hele verzameling, zie je. Nog meer blaadjes. Even goed leggen. Nou, kijk. We zijn aan de bloemetjes toe. Nog één blaadje en dan ook aan de bloemetjes. Zo. En een bloemetje hier. En een groot bloemetje. Ik maak een hele verzameling zoals je ziet. Kunnen ze straks lekker schikken. En ik vind het altijd leuk als ik wat over heb. Dus dat is helemaal niet erg. En die stop ik gewoon in een zakje en dan gebruik ik ze later weer. Blaadje, bloemetje en nog een bloemetje.
Zo, en dan nog het andere bloemetje erop. En dan zijn we toe aan de laatste twee bloemetjes. Nou, die kunnen net niet tegelijk, want die zitten net iets te dicht bij elkaar. Dat is niet erg. Hop. Even terugschuiven. En het allerlaatste bloemetje, dat stansje, zag ik net hier liggen. Nou, als je de kleurtjes bij elkaar ziet, krijg je natuurlijk al dat herfstgevoel. Zo. En dan hebben we de bloemetjes compleet. En dan kan dit allemaal even aan de kant. Zo, alle rommeltjes weer opzij. Stansjes weer even in het mapje. Nou, nu is het leuk om natuurlijk een beetje een basis te geven aan die bloemen. Even kijken waar ik het zakje heb gelegd. Goed opgeruimd. Ja. Dus het leek me leuk om even zo'n mooi label te gebruiken. Die heb ik uitgestanst met de even erbij pakken. TaylorMade Tag Dies. Dat is zo'n set stansen uit de jaarcatalogus die bij de stansen staan, maar die niet bij een bundel horen. En dat is echt zo'n set waar je misschien snel voorbij kijkt. Maar die zijn zo super gaaf. Die gaan natuurlijk eigenlijk met bijna elke set perfect samen. Ik heb hiervoor heb ik de grote stans gebruikt. En ik heb ook alvast zo'n verstevigertje gebruikt. En die ga ik er alvast even op plakken. TaylorMade Tags wordt een van die sets die, als je hem eenmaal hebt, die blijf je gebruiken. Zeker weten. Kijk, hier heb ik zo'n mooi verstevigertje. Maar ik ga even de randjes inkten voor de herfstlook. Dus ik ga even kijken of er nog genoeg inkt op zit. Nou, dat is een beetje karig. Dus ik doe er nog een klein beetje bij. Net even dat store effect krijgt, dat het hele witte er een beetje af is. En dat mag in dit geval best een beetje ruig. Dus het hoeft niet keurig te zijn. Dus ik maak expres een beetje vegen erin. Gewoonlijk probeer ik dat dan helemaal mooi naadloos te blenden. Maar dat hoeft dus in dit geval niet. Omdat ik die herfstige ruige look wil. Nou, ga ik even dat kleine verstevigertje erop zetten. Zo. Kijk, en dan krijg je meteen al een heel gaaf stoer label. Dat staat natuurlijk hartstikke leuk op mijn kaart. En hierop staat ook weer die mand heel leuk. En dat hoeft niet perfect erop. Dat mag er ook een beetje naast. We gaan dat gewoon even, nou, straks bekijken. Nu vind ik het mooi om wat rust in de kaart te brengen. Want het designpapier is natuurlijk best opvallend. En we gaan straks al die bloemetjes erop plakken. Dus ik heb bedacht om daar een beetje een
ja, matterend laagje tussen te doen. Als ik nu dit stukje hier op ga doen. Kijk. Dit stukje vellum cardstock is net iets kleiner dan mijn designpapier. Dan hou je wel alle kleuren over en het dessin. Alleen dan in een, ja, een rustigere variant. Dus die komt straks hierop. En die komt hierop. Daar komt dan weer mijn label. En hierop ga ik schikken. En ik denk dat ik dat een beetje zo naar de rechterkant ga doen. Daarom leg ik het allemaal even neer, want dan weet ik hoe ik het hebben wil. En ik denk dat ik het leuk vind als die mand een klein beetje uitsteekt aan de onderkant. Dus die ga ik gewoon alvast op mijn label plakken. Even kijken waar ik de lijm wil hebben. En ik doe gewoon een heel klein beetje lijm op het puntje van mijn flesje. En dan haal ik die heel zachtjes over mijn stansje heen. En ik wil hem niet helemaal vastplakken, want ik wil straks die blaadjes er nog tussen kunnen steken. Dus ik druk hem hier aan de onderkant van het label even aan. Maar hier laat ik hem nog even los. Omdat ik dan nog een beetje kan, ertussen kan stoppen. Kijk, deze dienen echt mooi als vulling. En dat gebeurt ook meteen zoals je ziet. Ik heb meteen een mooi resultaat. Deze plak ik even alleen aan de onderkant. De rest plak ik later. Dus ik zorg dat het gewoon op het label zit. Maar ik laat het toch even op elkaar liggen. Omdat ik dan een beetje idee krijg hoe ver kan ik uitsteken zonder dat ik uit mijn kaart buiten de kaart ga vallen. Zo, kijk, je meteen al dat herfstgevoel te pakken, super leuk. Begin ik even met de bloemen. Ik heb een beetje lijm aan mijn vingers, voel ik. En die ga ik even verdelen. Ik haal de bloemen een beetje onderin zo. Ik denk dat ik het op deze manier ga doen. Ik ga ze in dit geval gewoon lekker plakken. Dus gewoon vlak. En door net iets over de rand van de mand te laten vallen, krijg je een heel leuk diepte effect. Mag ietsje lager. Deze leuk er zo tussen. Dus hier doe ik op de bovenkant een beetje, zodat ik hem zo achter dat blaadje kan laten plakken. En ik heb deze expres nog niet vastgeplakt, omdat ik straks eerst kijk waar alle spulletjes komen te zitten. Want dan weet ik ook waar ik lijm op mijn vellum kan doen. Want ik wil natuurlijk niet dat ik dat er straks doorheen ga zien. Dat vind ik zonde. Dan begin ik met mijn herfstblaadjes, maar daar ga ik eerst even wat mee doen. Simona zegt, helemaal met je eens Annette. De labelset is prachtig. Ik gebruik haar heel veel. Ja, die kan echt bij elke stempelset. Zo gaaf. Nou kijk, wat ik ga doen met die blaadjes, is die ga ik lekker een beetje, zo een beetje, ja, lichtelijk verkreukelen en krullen. Want die indrogende herfstblaadjes, die zijn gewoon niet helemaal plat. Dus dat ga ik met al die blaadjes eventjes doen. Dat is een beetje in kreuken. Gewoon een beetje met je vingertoppen. Hoeft niet helemaal tot een propje. Maar dat er net wat structuur en leven in komt, dat geeft echt een leuk effect. Een beetje de vezeltjes breken, een beetje die randjes op laten krullen. Helemaal leuk. Ook niet erg over nadenken of zo. Kan niet verkeerd eigenlijk.
Oh, en nu bedenk ik dat het misschien leuk is om ook onderaan wat van die herfstblaadjes terug te laten komen. Dus ik ga er even een paar bewaren voor hier aan de onderkant. Dat lijkt me leuk. Dus dan neem ik even die kleintjes voor. En dan ga ik deze hier en daar gewoon erachter stoppen. En nu ga ik toch een beetje kijken hoe ik uitkom. En dan ga ik denk ik nu toch even plakken. Dus ik ga dit even weghalen. En dan ga ik weer van achter naar voren werken. En ik leg expres deze er even op, omdat ik dan weet waar ik lijm kan doen op mijn vellen. Op deze manier zorg ik dat het straks onzichtbaar is. Doe ik hier ook een beetje, want hier komt dat label. Daarom is het altijd handig om dat eerst even te plannen. Kijk, nu zie je al die lijmen doorheen. Maar dat is niet erg, want dat is allemaal op een plek die je straks niet meer ziet. Deze komt hier overheen. Ja, Simone, je hebt soms van die sets. Dat zijn van die basisdingen. Dat is net als cirkels. Die blijven gewoon in je collectie en die blijf je pakken als je ze eenmaal hebt. Kijk, alles wat uitsteekt van die strook knip ik even weg. Dat die mooi net zo lang is als het basisstukje cardstock. Of designpapier moet ik zeggen. Zo, en dan komt hier mijn label op. En dan ga ik even denken hoe hoog ik die uiteindelijk wil hebben. Ik denk dat ik dit wel een mooie hoogte vind. Dan ga ik die ook plakken. En doe ik meteen een klein tipje achter die blaadjes die uitsteken. En hier nog een klein tipje. Zodat alles goed vast zit aan mijn basis. Hallo Marion, leuk dat je ook meekijkt. Gezellig. Kijk, ik laat mijn label zo ietsje naar links vallen. Dat je net hier nog een mooi dat strookje designpapier door ziet lopen. En hier net nog wat van die stukjes van het gescheurde zie. Nou, plak ik op vellum en vellum is niet poreus, dus het duurt iets langer voordat je lijm daarop echt vast zit. Dus daar geef ik heel even de tijd voor. Nou, dan ga ik nu beginnen met mijn blaadjes en die ga ik gewoon hier en daar erachter schikken. En nu, daarom wilde ik alles op elkaar plakken, want dan weet ik hoeveel ik straks mag uitsteken. En doe gewoon een klein beetje lijm te doen, alleen in het begin. En ik had een beetje te veel, dus ik doe even een beetje op een volgend blaadje. Door dat te doen, kun je een beetje diepte effect wat we net gemaakt hebben erin houden. Kun je ook die randjes lekker op laten krullen. Nou, deze was al in de lijm, die is precies goed om hier even tussen te laten piepen. Dan wil ik er daar ook nog eentje hebben. Ik kijk in dat ik daar een kleiner blaadje doe. Ik denk dat ik wat blaadjes over heb, maar zoals ik al zei, dat is helemaal niet erg. En dan wil ik daar nog even wat, zo hier ertussen. En het hoeft voor mij niet helemaal symmetrisch. Het moet er een beetje onstuimig uitzien. Vind ik het leukste bij die herfstige look. Zo. En dan wil ik hier dus die twee blaadjes onderaan straks hebben. Die eruit zien alsof ze zo spontaan neergevallen zijn. En dan ga ik even kijken naar die kleine bloemen. Ga ik ook een beetje opkrullen.
eigenlijk hoeven die niet per se. Dus ik denk dat ik er gewoon 2 ga gebruiken en niet alle 3. Dat is gewoon genoeg. Doe ik er hier eentje. En dan doe ik er, even kijken, daar eentje. Beetje zo achter dat herfstblaadje, dat eikenblaadje. Nou, ik zie lekker, ja, vol gevuld. Die onderste 2 blaadjes zitten nog los. Die zitten nog los. Want ik hier nog straks een tekst wil doen. Dus dan kijk ik nog even waar ik die precies wil gaan doen. Die blaadjes die bewaar ik gewoon. Nou, wilde ik toch een beetje de lichtheid erin houden. Dus ik heb hier een stukje Basic White. En die is net een ietsje groter dan dit stukje designpapier. Dat je net een heel smal randje krijgt. Heel smal. Om dat gewoon net even voor de frisse look. Dus die ga ik even op elkaar plakken. Gerry zegt, of Maria zegt, ik vind die mand super gaaf. En die is echt heel tof. En Gerry zegt, maar Annette kan heel goed bloemschikken. Dat kan ik niet zo mooi. Nou, dat kan, ik weet zeker dat jij dat wel kan, Gerry. Daar ga ik verder niet eens op in, want ik weet zeker dat jij dat kan. Het is gewoon een beetje leuk verdelen, een beetje het geel van je kaart kijken en het kan eigenlijk gewoon niet verkeerd. Dus het gewoon doen, zou ik zeggen. Dan leek het me leuk om de tekst ook op een labeltje te stempelen. Dus ik heb ook met diezelfde die set heb ik ook een klein labeltje gestanst en daar ga ik dus een tekstje op zetten. En het leek me heel erg leuk om hier So Thankful for All You Do op te stempelen. Dat vind ik heel toepasselijk. Even kijken waar die is. Hier is hij. En voor de leesbaarheid ga ik dat lekker stempelen met een donkere kleur, Early Espresso. Kun je het goed lezen? Zo. Kijk hoe schattig. Past er prachtig op. En ook dit label ga ik weer een beetje inkten. En ook daarvoor heb ik weer zo'n klein verstevigingsstukje bovenaan. In Mary Malou komen al die kleurtjes weer mooi samen. En ik ga natuurlijk deze ook weer lichter sponsen. Even kijken of er nog wat kleur op zit op mijn blending brush. Ik zeg nog steeds sponsen, maar echt met de blending brush is het allemaal veel makkelijker om een mooi effect te krijgen. Ik doe er een klein beetje inkt bij. Ik doe een beetje matig omdat dit maar een klein label is. Zorg dat hij niet helemaal gelijkmatig is. Fijner vind ik ook dat ze makkelijk vasthouden. Dus hiermee kan je makkelijker werken. In die zin, het is voor je handen wat rustiger. Oh, dan ga ik even kijken waar die komt. Lijkt me leuk om hier zo aan de zijkant te doen. En het leuke is als je dat rechterkantje van dat verstevigingsstukje precies tegen de zijkant van het labeltje laat vallen, past het gaatje ook precies. Zo.
Ja. En voordat ik die vast ga plakken, ga ik nog even leuk van dit gave twine er even omheen wikkelen voor de stoere look. Dit is Linen Threads. Dat heeft ook een beetje dat ruige en natuurlijke. En hier ga ik er expres een beetje zigzag omheen doen. Niet te netjes. Ja, Maria, inderdaad. Jullie zijn een voorbeeld aan mij en je mag het rustig namaken. Maar ik denk dat als je eenmaal bezig bent, dat je gewoon toch lekker je eigen toets eraan geeft. En dat is ook juist leuk. Dus laat je lekker inspireren. En, gewoon ook door de combinatie met het met je designpapier. Dat is ook gewoon een heel mooi uitgangspunt in dit geval. Ik laat die draadjes lekker wat langer. Die mogen best een beetje springerig vallen. Nou, dan heb ik hier een basiskaartje. Die heb ik in soft suede gehouden. Omdat het dan mooi allemaal een beetje toon in toon valt. Dus die mag er weer op. Geen grote contrasten. Het straalt altijd rust en warmte uit, die herfststijl. En hier zie je ook waarom dat kleine witte randje de boel net even oplicht en net genoeg frisheid geeft. Zonder meteen te veel te zijn. Even voordat de lijn droog is, dat draad even een beetje leuk verspreiden. Even vasthouden tot alles zit en dan komt mijn labeltje er nog op. En ik vind het wel leuk om die zo aan de zijkant te laten vallen. En die ga ik uiteraard plakken met dimensionals. Zo, nou dan hebben we hier volgens mij een echte herfstige kaart voor elkaar weten te bakken. En ik laat hem nog even van dichtbij zien. We hebben best wel veel dingen met elkaar gecombineerd. We hebben designpapier, vellum, de prachtige labelstansen en uiteraard onze prachtige stempelset. En hier laat ik even al die mooie herfstkleuren zien die we in een mand hebben gestopt. En ik moet denken aan aan vroeger toen we met de kinderen wel eens naar het bos gingen en dat we blaadjes en kastanjes en dergelijke gingen zoeken. En dan maakten we thuis ook een schaal of een mand waar we dat allemaal in stopten. Dus dat zijn van die dingen die inspireren gewoon. Ook het scheuren komt hier nog op terug, past er ook weer bij. Maar goed, we gaan onze reis door het jaar heen nu vervolgen. Dit was de herfst. Dus ik ga mijn herfstspulletjes... Oh, ik heb nog die kleine blaadjes natuurlijk. Zal ik ze nog doen? Of ik doe er gewoon één. Ja, ik vind het toch wel heel leuk. Dat ene blaadje moet er nog even bij. Vond ik toch wel een heel leuk detail. Blaadje een beetje kreuken. Even tijd geven om vast te zitten. Ja, ik heb het één bij één blaadje gehouden, zoals jullie zien. Zo. Lekker gekreukt. Die mag ook nog wat meer gekreukt. Omdat ze natuurlijk net al gekreukt zijn, gaat dat nu heel makkelijk. De stijfheid is al een beetje uit het kaartstok. Kijk, dan krijg je leuk dat extra ruige effect. Nou, deze ga ik dus opbergen. Ik wilde nog een
kaartje stempelen aan de binnenkant. Dat doe ik nu even niet, anders gaat het te veel tijd kosten. Maar je kunt dus heel eenvoudig op een binnenkaartje. Als je zo'n donkere kaart gebruikt, dan schrijft dat wat lastig. Dus dan doe ik er vaak een licht stukje kaartstok in. En daar laat ik even een paar van die stempeltjes terugkomen. Dat laat ik nu even zitten vanwege de tijd. Want anders kunnen we niet alle kaartjes maken. En we willen het hele jaar immers rond. Nou, ik maak weer even ruimte. Die blaadjes doe ik even apart. Daar heb ik altijd een schaaltje voor. Waar ik al dat soort dingetjes in stop. Even kijken. Hallo Sylvia. Gezellig dat je er ook bij bent. Even kijken. Schitterende kaart, zegt Gerry. En Maria zegt ook beauty. Dank jullie wel. Ja, dit zijn wel hele mooie kleurtjes. Nou, dan van de herfst rollen we de winter in. En ik wist ook een leuk winteridee. Maar ik ben meteen doorgeschoven naar de kerst. Want anders werd het te veel voor tijdens deze live. Maar een echt winterkaartje komt er ook nog wel een keertje. Dus ik ben doorgeschoven naar de kerst. En ook hier gebruik ik weer een designpapier bij. En weer een pakje wat meedoet met de actie van 15% korting. Dit vind ik echt super mooi kerstpapier. En waarom? Het zijn hele fijne motiefjes. Het is klassiek en modern tegelijk. Dat kan. En het zijn mooie kleuren, maar buiten de klassieke kerstkleuren zitten er ook een paar verrassende combinaties bij. Of een beetje combinatiekleuren. Aan de andere kant ook even zien. Echt hele bruikbare motiefjes. Een heleboel motiefjes zijn ook heel mooi na de kerst trouwens. Die vind ik ook zo mooi. Nou, dat zijn dus die mooie kleurcombinaties. Dit vind ik ook een heel tof streepje. Nou, dit is papier wat staat dus in de jaarcatalogus. En dit is het Tidings of Christmas Designer Series paper. Dit doet dus mee met de 15% kortingactie die nog tot begin augustus duurt. En nou, dat is toch weer een heel mooi voordeeltje. Ik heb twee van de motieven uit de set heb ik gebruikt. Wat ik nog wilde zeggen is dat ik de combinatie heel mooi vind. Omdat er soft succulent in zit. En maar ook blauw tinten. Die heb ik nu niet hier liggen aan inkt. Maar er zit hier dus ook Misty Moonlight in. Soft succulent. En ja, de combinatie met Sahara Sand. Hele mooie combinatie. Hele mooie, fijne motiefjes. Die ook weer met allerlei stempelsets heel erg goed combineren. Nou, dat was dus mijn uitgangspunt. En ik ga even het zakje zoeken waarin zit wat ik heb gebruikt. Ik heb dus een strookje van deze schattige streepjes in Cherry Cobbler genomen. En ik heb dus een stukje van dit schattige papiertje met hele fijne takjes. Daarin zitten onder andere Evening Evergreen. Dat is een van de nieuwe in colors, een diep donkergroen. En ook weer dat Cherry Cobbler. Die vond ik leuk bij elkaar passen. En ik heb een stukje Sahara Sand cardstock. Nou, dat was mijn basis dus. En daar ga ik verder mee op voorborduren. Ik neem weer een stukje cardstock. Ik had hier nog een restantje liggen. Dus laat ik die eerst even opmaken. En ik wil nu graag een kaart maken die in de breedte is. Dus dan neem ik deze, denk ik. Ik ga even passen of dit ook past. Want dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat ook te proberen. Ja, dat moet wel passen. Dus ik denk dat ik dan toch deze ga gebruiken. Even kijken. Ja. Nou, dan wat ik ga doen. Sorry. Is dus
Eerst de mand naar de zeven stad. Even kijken wat ik daarvoor zal gaan gebruiken. Ik denk dat ik daarvoor nog een klein stukje van dit designpapier ga pakken. Die is te klein. Dus ik denk dat ik dit stukje daarvoor neem. Leg ik dat alvast klaar. En dan ga ik eerst even stempelen wat ik wilde stempelen. Wat dus ook in deze stempelset zit, zijn die prachtige kerststerren, die poinsettia's. En die ga ik dus nu stempelen voor deze kaart. En omdat in dit designpapier Cherry Cobbler als roodtint zit, ga ik dat ook bij deze bloemen doen. Dus ik heb Cherry Cobbler even als basiskleur. En dan ga ik één zo'n grote nemen. En dan wil ik er even een matje eronder hebben. Gerrie zegt, jij ziet er altijd veel meer in dan wij. Nu lijkt het ook mooier dan in de gids. Nou, dingen zijn eigenlijk altijd in het echt mooier dan in de gids. Dat is altijd zo. Want dan zie je alle mogelijkheden. En dan zie je ook echt alle details. En alle kleuren. En ik vind het ook altijd leuk om bij stempels uit de catalogus te kijken wat ik ermee kan. En niet alleen stempels, ook de andere materialen natuurlijk. Even kijken. Dan neem ik de kleine poinsettia. En ik ga voor een ongelijk aantal. Dus ik neem hiervan neem ik er 2. Dan heb ik er in totaal 3. Zo, 1. En 2. En die mag dan ook weer terug. En ik zag ook Anja voorbij komen. Hallo Anja. En Jeannette. Gezellig dat jullie er zijn. Welkom bij de kijkkast. Ik heb hier de Evening Evergreen. En er zit hier zo'n prachtig blad bij. Deze. En dat is ook een beetje zo'n puntig blad. En dat vind ik echt passen bij die poinsettia's. Want dat zie je ook altijd bij die kerststerren of kerstrozen. Net hoe je ze noemt. Poinsettia's is dan de Engelse benaming. Maar die vind ik er heel mooi bij passen. Dus die ga ik hiervoor gebruiken. Even kijken of ik hem zo gebruik of afgestempeld. En ik denk dat ik het wel leuk vind om hem zo puur te gebruiken. Wordt hij heel donker, maar dat vind ik wel mooi. Even kijken of ik eraan 2 genoeg heb. Ja, ik denk het wel. En dan neem ik ook nog even dat eikenblad erbij. Een beetje als vulling. En die ga ik dan in dit geval met een lichtgroen. Dat is de Soft Succulent. Dat is ook een nieuwe in color. En die vind ik altijd zo ontzettend mooi passen bij die Evening Evergreen. Het zijn een beetje groentinten die een beetje naar blauwachtig neigen, zeg maar. Zoals Old Olive, dat is echt een geelachtige groentint. En dit is een beetje een blauwachtige groentint. Nou, dit papiertje is ongeveer vol, dus ik ga even op mijn volgende strookje verder. Die gebruik ik straks een beetje als vulling op de achtergrond. Om wat meer kleurverschillen erin te krijgen. Nou, dan wil ik nog even in de hartjes van mijn poinsettia's wil ik even een accentje geven. En nu heb je hier ook een mini mini stempeltje met kleine stipjes. Die ga ik daarvoor gebruiken. En om dat natuurlijk een beetje te zien, moet je wel een flinke contrastkleur nemen. Dus ik neem daarvoor gewoon even de
Early Espresso er nog een keer bij. Wat ook heel leuk is om dit met een mooi steentje te doen. En misschien doe ik dat straks nog wel. Maar ik doe het nu gewoon even zo. Kijk, deze stempel ik nog een keertje eroverheen. Wordt hij net iets donkerder nog. En nu kan ik nog even denken of ik inderdaad de mand wil gebruiken of dat ik dat mandje wil gaan stempelen. Even kijken. Ik denk dat ik toch ga voor de gestempelde mand. Als ik zo even het geheel bij elkaar zie. Dus dan neem ik deze stempel. En die ga ik afdrukken met Sahara Sand. En dat is natuurlijk een prachtige kleur voor een rieten mand. Dan mag dit papiertje weer weg. Soms moet je het even bij elkaar zien. Ik ben ook heel makkelijk daarin als ik toch denk van, nou, dat is het niet. Dan vervang ik het of dan verander ik het of pas het aan. Dan mag die weer even opzij. Maak ik even ruimte op mijn tafel en dan ga ik even de stansjes erbij pakken. Het grote eikenblad heb ik nodig. De mand heb ik nodig. De grote kerster heb ik nodig. En de kleine kerster heb ik nodig. En het puntige blad heb ik nodig. Zo, dan mag mijn stansmachine er weer bij. Ik heb hier allemaal clearbloks liggen, dus die moeten even opgeschoven worden. Zo. Nou, ik begin gewoon met deze. Simona zegt, Annette brengt de stempelset tot leven. Nou, dat is mooi om te horen. Het is wel heel lief gezegd, Simona. En Jeannette vraagt, welk verfmerk is dat? Is het watervast? Ik gebruik geen verf, ik gebruik inkt. Dit zijn inktpads. Dit is wateroplosbare inkt. Dit is een stempelinkt van Stampin' Up. Waarmee je ontzettend veel technieken kunt doen. En daarom vind ik dit zo'n ontzettend fijne inkt. Want je hebt van een ander merk heb je ook inkt waarmee je ook kan aquarellen. Maar die stempelt weer niet zo mooi. En je hebt ook inkt die stempelt prima. Maar daar kun je weer niet handig mee sponsen. Of aquarelleren. Of andere technieken. En het fijne vind ik van onze inkt. Dat je daar eigenlijk alles mee kunt. Dus Stampin' Up inkt. Ik werk met allemaal Stampin' Up producten, Jeannette. Ik ben inmiddels zo'n 20 jaar bezig in de hobbybranche. Ik heb in hobbywinkels gewerkt. Ik heb in designteams gezeten. Dus ik heb best veel merken leren kennen en gebruikt. En Stampin' Up ben ik tegengekomen. En dat, ja, dat was onovertroffen. Dus dat gebruik ik tot op de dag vandaag nog steeds. Tot nu toe het fijnste wat ik ben tegengekomen. Kijk, nu is hij toch verschoven. Dus ik knip dat randje straks wel even af. Dat heb je als je praat en breidt tegelijk. Een beetje trilhanden, geloof ik.
Mocht je vragen hebben verder, Jeannette, prima hoor. Je mag ze hier stellen, je mag me ook privé berichten. Ik help het graag. Ik ben niet iemand die heel commercieel ingesteld is. Ik vertel gewoon graag eerlijk hoe en wat, hoe alles werkt en wat je ermee kunt. Want ik kan alleen maar enthousiast over iets zijn als ik het ook echt ben. Dus ik kan ook niet goed jokken wat dat betreft. Want als ik het ook echt minder vind, dan zeg ik dat ook. Of als iets mijn smaak niet is. En dat moet ook kunnen, vind ik. Dan ben je ook betrouwbaar. En dat vind ik heel belangrijk. En dan weet je ook dat mensen graag bij je blijven komen als ze weten dat je eerlijk bent. Ondertussen ben ik lekker blaadjes aan het stansen. Maria zegt, dit is echt een veelzijdige set. Zomer, herfst en kerst kun je ermee maken. Dus ik ben al verliefd. Ja, dat snap ik helemaal. Nou, dat was ook reden waarom ik zelf op de set viel. Ik hou er altijd van als je met een set veel kunt. En ik vond ook gewoon de stijl waarop de afbeeldingen zijn vormgegeven, vind ik gewoon ontzettend mooi. En het leuke is ook dat het samengaat met allerlei spulletjes die je al hebt. Dus je kunt allerlei nieuwe combinaties maken. En ik vond het nu leuk om een rondje door het hele jaar te maken. Leek me leuk omdat ik altijd zeg, dit is een set die je het hele jaar door kunt gebruiken. Dus ik dacht, laat ik dat gewoon letterlijk gaan doen. De daad bij het woord voegen. Zoals dat dan zo mooi heet. Maar er kan echt nog veel meer. Kijk, ik heb natuurlijk nu zomer, herfst gemaakt en nu kerst. Maar winterkaart kan ook. En natuurlijk kun je een herfst- of zomer- of lentekaart ook prima als verjaardagskaart, beterschapskaart, noem maar op. Dat vind ik zo ontzettend mooi van deze set. En Jeannette, als je Stampin' Up! Nog niet kent, dan weet je ook misschien nog niet dat Stampin' Up! Perfect is in kleurcoördinatie en productcoördinatie. Dus alles combineert weer met elkaar. Ik gebruik dezelfde kleuren inkt als die in het designpapier voorkomen. En straks ook cardstock, wat er weer bij past. Dus dat werkt gewoon geweldig. Voorheen was ik nog wel eens, had ik heel mooi papier gekocht. Maar dan bleef het toch liggen, omdat ik elke keer gewoon niet de goede kleur cardstock of inkt erbij had. En uiteindelijk gebruikte je het dan niet. Even kijken. Maria zegt, dat is waar. Een takje met besjes kan er ook heel goed bij. Je ziet dat er al helemaal erin zitten. Ja, precies. Je kunt gewoon, als je nog een dennetakje hebt of wat dan ook, weet je wel. Combineer het gewoon lekker. Je hebt niet meer nodig dan dit. Maar als je dingen hebt die er gewoon qua maat een beetje bij passen. Nou, vooral lekker doen. Maakt het alleen maar leuker. Ik vind het altijd belangrijk als ik een set koop, dat ik het gevoel heb van, hé, hier kan ik meerdere kanten mee op. Want stempelspullen zijn best kostbaar. En dat vind ik niet erg als ik er dan ook heel veel mee kan. En nou, dat is ook de reden waarom ik hier met Stampin' Up! Producten werk al jaren. Omdat het gewoon mooi is. Als je heel veel tijd aan een kaartje hebt besteed en daarna is het net niet omdat de kleuren niet kloppen of omdat je niet blij bent, ja, dan heb je eigenlijk nog niks. Dus
Vandaar dat ik het graag op zo'n manier oplos. Even kijken. Ik heb hier een basiskaart. Daar ga ik straks dit stukje Sahara Sand op plakken. Dit is ook weer de kleur Evening Evergreen. En dat is weer dezelfde kleur als deze inkt. En het is ook weer dezelfde kleur als die in het designpapieren voorkomt. En nu heb ik een leuke schets bedacht. Een leuke manier om die kaart in elkaar te zetten. Dus ik ga hier die strook van dit designpapier ga ik hier op plakken. Gewoon even lekker dat streepje. Streepje combineert gewoon leuk met eigenlijk alles. En wat uitsteekt, knip ik dan gewoon weer even weg. Marja zegt mooie kaart. Ja, dank je Marja. Zo, of Marga bedoel ik. Dit wordt, dit is ook niet zo moeilijk. Door het combineren van de kleuren, ja, zit je gewoon al heel snel goed. Dan wil ik deze hier overheen gaan zetten. En dan komt hier mijn mand. En wat zie ik nu? Ik vind die mand eigenlijk toch een beetje licht, denk ik. Op deze achtergrond. Misschien ga ik me dus nog bedenken. En ik zie dat ik hier nog een extra stukje heb van deze kleur Evening Evergreen. En ik denk dat ik daar toch die mand uit ga stansen. Dus ik pak hem gewoon nog even bij. En ik heb hier alvast een tekstje op geheat en embossed. Dus ik knip er gewoon even een stukje vanaf. Zodat ik niet mijn strookje verniel per ongeluk. Want ik dacht ik ga dat even voorbewerken om tijd uit te sparen. En als ik hem dan alsnog aan het per ongeluk aan het versnipperen ben, dan schieten we nog niet erg op natuurlijk. Dus ik ga die mand hier uithalen. Die open mand. En dan ga ik die andere gewoon lekker bewaren. De mand die ik al gestanst had, ik heb het gewoon toch weer bedacht. Even ruimte maken hier. Ja, ik denk dat dit wat meer contrast geeft op het geheel. Simone zegt, ik ben ook verliefd en ik zet deze stempelset op mijn wenslijstje. Snap ik helemaal. Dit is gewoon echt een ideale set. Gewoon ook gewoon zo leuk. Hij is gewoon echt heel leuk. Hij is niet alleen praktisch, maar ook leuk. Nou, ik laat de laatste stukjes erin zitten. Vind ik persoonlijk leuk staan. Wil jij dat niet, moet je dat gewoon niet doen. Maar ik vind het wel stoer staan. En kijk, dit geeft meteen wat meer contrast aan het geheel. Dan ga ik meteen die tekst die jullie net al zagen, ga ik even snijden. En dan ga ik een lang strookje van snijden. Zo. Die wilde ik hier zo, sorry, die wilde ik hier zo op mijn kaart hebben. En daar hou ik even rekening mee waar ik dan mijn strook ga plakken. Dus die wil ik gewoon dan hier hebben. Zet ik even met potlood een heel klein streepje hier. Dan weet ik waar die moest komen.
Nou, dames, laat die bestellingen maar komen hoor. Even kijken. Kijk, je krijgt al een leuke indeling zo. En dan komt die mand komt hier. Ga ik even kijken hoe hoog ik straks deze strook kan hebben. Ja, die komt ongeveer hier. Dus dan weet ik ongeveer hoe hoog ik mijn mand straks wil hebben. Nou, hier en daar een klein beetje lijm doen. Door heel weinig lijm op het puntje van mijn flesje te hebben, kan ik hem zo heel licht er langs halen. Dan heb je hier en daar een heel klein veegje lijm. En dat is gewoon genoeg, dan blijft hij al zitten. Het is dus heel weinig lijm, hè? Dus ik heb één tipje lijm en ik veeg dat heel lang uit. Dus het lijkt net of er heel veel lijm op zit, maar dat is absoluut niet het geval. Nou, deze wilde ik net een stukje lager hebben dan die rode strook. Die gestreepte strook. Dan doe ik hetzelfde als net. Laat ik de bovenkant nog even een beetje opkrullen, zeg maar. Dan ga ik er vast even schikken, want ik wil dit blad wil ik zo hier hebben. Dat vind ik zo mooi staan als dat onder mijn kaster uitkomt. Zo. Ik vind het leuk als je hier nog even dat lusje even goed blijft zien. Nou, ik weet nu dat ik hem vast kan drukken. Dat check ik altijd eerst even. Ja, ik ga lekker verhoogd plakken. Dat vond ik leuk staan net. Zo hier. Je ziet dat ik eigenlijk altijd wel iets een beetje over de pot of de mand of wat dan ook laat vallen. Dat maakt het gewoon leuk. Kijk, en doe ik die bloemen zo op dat je hier dat lusje nog steeds ziet. Want dat vind ik zo grappig. Dan ook dat blad hierboven. En dat ik die zo ga doen. Dat ik die even met twee tipjes lijm ga doen. Hier en hier. En dan even mijn kleine poinsettia's. Die zie je gewoon met een klein stukje. Zo. En dan doe ik er daar ook nog eentje. Even kijken, hier is hij. Het is helemaal niet erg als je maar een klein stukje ervan ziet, hè? Dat puntige blad, dat doet het er echt heel mooi bij. Ook het contrast met die rood tint, die warme rood cherry cobbler. Met dat hele diepe groen vind ik echt helemaal tof. En dan ga ik kijken of ik hier even een klein stukje, knip ik er gewoon een stukje vanaf. Want ik wil eigenlijk alleen dat uiteinde een klein stukje zien. En dan krijg ik hem makkelijk een beetje zo erachter. Zo op deze manier, een klein stukje. Ja, daar doe ik er ook eentje. Gewoon om het even zachter te maken. En voor de verdeling in drieën laat ik hem daar ook nog een klein stukje uitsteken. Even kijken waar ik hem kan doen. Klein stukje wil ik. Dus ik gebruik alleen het topje. Dan kan ik hem onder die onderste poinsettia uit laten komen. Nu wil ik nog wel dat oortje blijven zien hier. Dus je ziet hier gewoon een heel klein stukje ervan.
Dat is precies goed. Ook weer alleen hier onder dat topje even een beetje lijm. En dan druk ik hem aan en dan zit hij. Nou, dan hebben we een heerlijk kerstig geheel zoals je ziet. Ga ik eens even kijken wat ik daar aan decoratie bij zal gaan doen. Want ik vind het wel leuk om iets in die hartjes of van die bloemen te doen. Ik had het natuurlijk donker gemaakt, maar ik vind een klein beetje glimmer ook wel leuk. En ik denk dat ik dan ga voor... Ik heb van alles mee hier naartoe. En ik denk dat ik voor deze metallic pearls ga in goudtint. Ik denk dat ik die net mooi vind hierin. Ja. Dat was precies wat ik bedoelde. Zo. Het is heel subtiel. Maar dat maakt het wel net eventjes af. Nou, dan ga ik deze nemen. En die komt hier mooi onder dat blad. Beetje zo. Op deze manier. En ik denk dat ik die ook weer met dimensionals ga plakken. En dat maakt het in het geheel net eventjes wat leuker. Als je vragen hebt of opmerkingen, stel ze gewoon, hè. Dat is geen enkel probleem. Ook als je deze video terugkijkt, stel gewoon je vragen. Ook kan je zeggen, waarom doe je bijvoorbeeld zus of waarom doe je zo? Als je dat leuk vindt om dat te weten te komen. Dan wiep ik hem er net onder. Zorg ik dat mijn tekst mooi uitkomt. Dat net niet het blad het bedekt. Kijken dat hij goed recht zit. Dan knip ik die stukjes weer even netjes weg. En ik denk dat ik straks nog een ideetje heb wat ik nog erbij ga doen. Maar deze komt straks hierop. Dan werk je het mooi af met dat mooie Evening Evergreen wat dan weer rondom te zien is. Dat trekt weer alle kleurtjes naar elkaar toe. Met een beetje Tombow, want dan kan ik hem nog een beetje schuiven. Multi-purpose liquid glue. Zo ontzettend fijn in gebruik. Ja, ik vind het een toffe indeling. En ik mis nog net... Even een kleine finishing touch. Dus ik pak nog even die gouden metallic pearls erbij. En die zitten trouwens samen met ook zo'n velletje in het zilver in één pakje. En die passen ook weer overal bij. Ik gebruik ze ook heel vaak. Even kijken, die komt hier. En dan kan ik of hier drie op een rij doen, of ik kan links en rechts eentje doen. Nou, zeggen jullie het dus, links en rechts of drie op een rij? Wat zal ik doen? Dan komen ze hier. Dus ik kan drie op een rij doen. Kan allebei, het is alle twee leuk. Degene die het eerste reageert, dat ga ik doen. Links en rechts of drie op een rij. Links, zegt Ria. Nou, dan wordt het links en rechts.
Dan zorg ik dat het mooi even ver van de lettertjes af is. En kijk, dat zo'n klein elementje kan het net afmaken. En daarna kwam 3 op een rij en daarna kwam links rechts. Dus we zijn het allemaal met elkaar eens dat het allebei kan, denk ik. Nou, dan is ook mijn kerstkaart met deze set af. Dan is dit een wat modernere indeling, maar toch een wat klassiekere stempel of een klassiekere stijlkaart. En misschien vind je het leuk om ook nog even deze nog een keer te zien. Die maakte ik namelijk vorige week al voor een blog op. Dat is weer een beetje een grungy kaart geworden. Die staat op mijn blog op begin juli. Ik weet niet exact de dag. Iets van 1, 2 of 3 juli ergens in die buurt. Dus als je die leuk vindt om te zien en meer ervan wil weten, dan kun je daar even kijken. Nou, dit was dus de kerstkaart. Heb ik er nog eentje? Want na de winter, waar de kerst in zit, komt nog de lente. Dus we gaan ook nog als laatste even een lentekaartje maken. Kijk, en hier heb ik heerlijke lentekleurtjes voor. Mag deze bij de verzameling. En dan ga ik jullie even weer laten zien, want ik heb weer een designpapiertje hiervoor gebruikt, die meedoet met onze 15% korting actie. En dat is het Pansy Petals Designer Series Paper. Dat is dit pak. Is natuurlijk helemaal afgestemd op de Vrolijke Viooltjes stempelset. Oftewel de Pansy Petals in het Engels. Hoort ook bij de suite waar die set in zit. Maar natuurlijk kun je ook die papiertjes weer in een eigen combinatie gebruiken. En ik vond bijvoorbeeld dit papiertje zo ontzettend lief en schattig. En ook de achterkant is heel leuk. Dus ik heb dat papiertje als uitgangspunt genomen voor mijn laatste kaartje. Dan heb ik hier het designpapier wat ik net had. En die heb ik diagonaal doorgesneden, zodat ik van één kant de ruitjes kan, van één deel de ruitjes kan gebruiken en van de andere de bloemetjes. Dan heb ik hier een wit basispaneeltje waar straks mijn kaart op gaat komen. En ik vind het leuk om een beetje kleur aan de achtergrond te geven. Dus dat ga ik doen met een bijpassend kleurtje inkt en met mijn blending brushes. Dus ik pak even een bijpassend kleurtje erbij. En ik denk dat ik dat even ga doen met pale papaya. Dan ga ik hier in het midden ga ik even een beetje kleur aanbrengen. Ik begin altijd heel voorzichtig. Ik kan altijd beter de kleur toevoegen dan dat het te veel is. Want dat kun je er eigenlijk niet meer echt goed afhalen. Klein beetje nog in het midden erbij. Volgende week ga ik op mijn VIP-pagina trouwens weer een aantal nieuwe video's plaatsen. De VIP-pagina is voor mensen die een aankoop doen bij de Kijkkast. Die worden dan lid van mijn VIP-groep. Daar plaats ik ook af en toe aanvullende video's. En wil je daar meer over weten, kun je dat vinden op mijn blog. www.dekijkkast.nl en daar vind je alle informatie daarover. En ook met deze stempelset die we vandaag gebruiken, volgt op die pagina een tutorial nog extra. Die video's blijven daar tijdelijk staan, dus die blijven daar niet eeuwig staan.
Dat zeg ik er maar even bij voor de duidelijkheid. Nou, ik ga deze driehoekjes met elkaar combineren. En die ga ik hier zo op mijn basiskaartje plakken. En je zou hier natuurlijk ook een pocket van kunnen maken. En hier wat instoppen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga het gewoon lekker op deze manier vastplakken. Dan heb ik meteen een leuke basis. Die schuine lijnen vind ik altijd een leuk effect geven. Dus geef meteen weer even een andere look aan je kaart. Nou, die zachte kleurtjes vond ik echt lekker lenteachtig. Zo. En als er eventueel een heel klein stukje uitsteekt, knip ik dat even netjes weg. Dan hebben we een nette basis. Dit is zo het uitgangspunt waarmee we aan het werk gaan. Maar nu neem ik even mijn pak erbij. Mijn pak papier. En kijk even naar de kleuren, want ik had hier al een aantal kleuren. Maar ik had ook nog, er zitten nog meer kleuren in, maar die had ik ook voor de andere kleuren gebruikt. Dus die haal ik er nog even bij. Even kijken welke kleuren we nog erbij kunnen pakken. De Bumblebee. En Pale Pie heb ik al. Polished Pink heb ik al. Soft Seafoam heb ik al. Soft Succulent. Die kan ik er even bij pakken. En Whisper White. Nee, dan heb ik alle kleurtjes die ik nu nodig, die ik nu wil hebben. Ik nu even bij elkaar. Dat is ook altijd fijn, hè? Weer van die kleurencoördinatie die we hebben. Je kunt altijd heel makkelijk je kleuren bij elkaar vinden op deze manier. Even die opzij. Ik checkte even of ik het goede stukje had gepakt, maar dat had ik, dus dat ging goed. Nou, ik ga beginnen met hier een leuk mandje op te stempelen. En daar gebruik ik in dit geval een stukje Pale Papaya cardstock voor. En daar ga ik ook met Pale Papaya ga ik het mandje op stempelen. Hetzelfde mandje als dat we net wilden gaan gebruiken. Even goed een blokje erbij. Zo. Ja, heel leuk dat kleur op kleur. Krijg je mooi dat subtiele effect. Neem ik nu dat mooie grote bladstempeltje er weer bij. En hier ga ik stempelen in de kleur Soft Succulent. Even kijken of ik overal inkt heb zitten. Maar dat ging goed. Dus die kan ik hierop gaan stempelen. Zo, oh, ik blijf hem zo ontzettend gaaf vinden, deze stempel. Nou, nu gaan we super voorjaarsachtig doen. Dus ik neem nu die, ja, een beetje klokjesachtige stempel erbij. En die ga ik in verschillende kleurtjes afdrukken, die in
het designpapier zitten. Dus ik begin met de papaya. Zo. En dan neem ik Bumblebee. Dat is een hele warme geel tint. Dan neem ik Fresh Freesia. Ik weet ook weer niet of ik ze allemaal ga gebruiken. Maar het is helemaal niet erg als ik er eentje over heb. En dan neem ik ook nog de Polished Pink. Dan ga ik even kijken of ik die zo ga gebruiken of dat ik hem even afstempel. Vanwege een dingetje wat ik nog weer wil gaan doen. Ik stempel hem even af. Zodat hij net wat zachter roze wordt. Want ik wil echt die lente look. Ook dit, dit en dit en dit zijn allemaal nieuwe in colors. Soft Succulent, Pale Papaya, Fresh Freesia en Polished Pink. Die hoorden allemaal bij de laatst bijgekomen in colors. Dat zijn dus kleuren die 2 jaar in onze collectie blijven. Dat zijn prachtige aanvullingen van de vaste kleurcollectie. Door de In Colors kunnen we steeds een beetje een nieuwe leven aan de collectie toevoegen. En een beetje de trends volgen. En daar stemp je nu ontzettend goed in, merk ik. De grote bladstans neem ik erbij. De mandjesstans en het bloemetje. Dus dan neem ik mijn stansmachine er weer bij. Eerst er even de kleurblokjes uit de weg. Zo. Even kijken. Nou, laat ik beginnen met dat grote blad. Die ligt al zo mooi bij de hand klaar. Zie je Henny's naam nu ineens weer komen, voorbij komen. Maar ik ben heel benieuwd, Henny, of je al nieuws hebt of nog niet. Dan weet jij wel wat ik bedoel. Je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Ik genoeg. Zo. Nou, dan ga ik even een heleboel van die mooie bloemetjes stansen. Deze klokjes vind ik zulke mooie tere bloemetjes. Daarom vond ik ze echt bij dat lentegevoel passen. Wat ik wilde bereiken. Ik ga ze straks ook nog een beetje extra effect geven. Even het stukje eraf. Zit dat niet zo in de weg. Zo, nog eentje in de kleur Pale Papaya.
heel mooi zo samen met dat Bumblebee. En ik zie alweer dat mijn vingers al wat heerlijk inktiger uitzien. Maar dat hoort er gewoon bij. Daar zit ik dus ook zelf echt helemaal niet mee. Zo. En nog een bloemetje. Oh, geen nieuws. Oké. Dan wachten we rustig. Wat ik altijd zo leuk vind, is dat ik met stempelen altijd een beetje gewoon in verschillende stemmingen ben. Zoals nu heb ik gewoon heel veel zin in zomerkleurtjes en zo. Maar ja, dat zo verschilt eigenlijk je smaak een beetje het jaar door. Of tenminste waar je zin in hebt. Dat komt eigenlijk ook gewoon, denk ik, om door wat je om je heen ziet. Als laatste... zag je in de velden en zo heel veel van die klaprozen. Nou, dan heb ik ineens heel veel zin om rode bloemen te gaan maken. Het is heel leuk om je te laten inspireren door wat je om je heen ziet. En meestal krijg ik wel bij een stempelset iets van een idee van... Hé, dat doet me aan dat en dat denken. En dat zorgt dan meteen dat je eigenlijk een idee hebt waarop je op voortborduurt. Gewoon om je heen. Dat kan soms een kledingstuk zijn of een gordijn of een mooi kussen of zo. Of een illustratie in een boek of gewoon in een modetijdschrift. Dat je daar een mooie afbeeldingen ziet. Ik noem maar wat, alleen al de libello of zo. Dan zie je soms van die mooie modereportages. Nou, daar kun je al leuke ideeën uithalen voor kleuren en zo. Oh, ik moet nog het mandje even doen. Dus die pak ik er nog even bij. Even recht. Zet hem even neer waar hij moet staan. Want anders verschuift hij weer met verplaatsen. Zo. En dan hebben we ook de mooie mand erbij. Kijk, die kleurtjes bij elkaar, die passen al nu al bij het designpapier. Zie je dat? De kleurcombinatie, dat is al voor de bakker. Nou, ga ik even kijken of ik aan één takje genoeg heb voor mijn kaart. Of dat ik denk, ik doe er nog eentje bij. Ik denk dat er op zich nog wel eentje bij kan. Dus dan stempel ik er gewoon nog even eentje. Het is wel leuk om een beetje in de breedte te werken. Stempelmatje vergeten. Dan is het altijd even een gokje of het goed gaat. Met het Stampin' Pierce matje heb je meer
Ja, zie je? Kan je net een klein beetje dat vlekkerige. Nou, ik vind het goed. Het is niet heel erg storend. Dus ik ga van deze toch voornamelijk even wat losse blaadjes gebruiken, was mijn idee. Even de stans er een keer bij. Nou, dan zijn we ongeveer wel klaar met stanswerk voor vandaag. Als ik me niet vergis. Ja, al met al gaat het uiteindelijk toch vrij snel als je naar gaat hoeveel onderdeeltjes je wel niet hebt. En het is zo makkelijk. Zo, hi Marina, leuk dat je ook nog even meekijkt. Dit is de vierde kaart. We zijn met één stempelset een beetje een rondje door het hele jaar aan het maken. Van zomer naar herfst naar winter. En nu zijn we weer in de lente aanbeland. Met echte lentekleurtjes. Nou, kijk, dan ga ik hier straks wat blaadjes afhalen. Die ga ik denk ik een beetje hier doen. Ja. Hier ga ik gewoon nog wat losse blaadjes afhalen. En die, want dat kan natuurlijk ook. Je zou die losse blaadjes gebruiken om holletjes en gaatjes een beetje zo op te vullen straks. Maar ik ga eerst nog even wat met die bloemetjes doen. Het lijkt me leuk om die bloemetjes een beetje diepte te gaan geven. Dus ik sorteer ze weer even op kleur. Zo. En dan pak ik mijn blending brushjes er even bij. En dan begin ik even met de peel papaya. En dan ga ik zo aan de basis van die bloem, ga ik zo een beetje kleur aanbrengen. Zodat die aan de basis wat donkerder wordt dan aan de bovenkant. Ik zal even het verschil laten zien tussen een bloemetje waarbij je dat wel hebt gedaan en een bloemetje waarbij je dat niet hebt gedaan. Zie je het verschil? Geeft echt een leuk effect. Extra diepte in je blad. Zo. Daarom wilde ik ook die roze net wat lichter hebben. Die polished pink. En dan kan ik er nog wat kleur bij doen met mijn sponswerk of met mijn blending werk. Neem ik even een schoon stukje van het papier. Hier zit nu die peel papaya kleur al erg op. Nou, het kan ook zonder hoor, Ria, maar ik vind het gewoon leuk om jullie even te laten zien dat je er nog net even een extra touch aan kunt geven. Als je ook nog wat tips en tricks opdoet uit deze video. Dan ga ik dat met een geel tintje doen, met ook een gele blending brush. Dan heb ik weer even een schoon stukje van mijn papier.
Dan krijg je nog meer dat tere kelkjes effect. En dat was eigenlijk wat ik wilde bereiken. Zo. En nu nog een beetje paars. Oeps, die nog even terug. En het mooie van Fresh Freesia vind ik dat, dat het niet zuiver paars-paars is, maar dat het een beetje heel klein vleugje roziger er doorheen zit. Echt een heel mooi kleurtje. Ga ik die hier even doen. Zo, zijn ze allemaal klaar, gooi ik ze allemaal op een hoop. Mogelijk gebruik ik ze niet allemaal, maar dat geeft niet, want dan maak ik daar gewoon nog wel weer een ander kaartje mee. Ik denk dat ik dit zo alvast op ga plakken. Het zit eigenlijk wel goed. Dus ik ga één voor één die takjes er even uithalen. Zorgen dat het niet uit... Kijk, dit kan niet. Dus je moet echt zorgen dat het uit de bovenkant komt van je mand. Dan staat het een beetje raar. En die losse blaadjes vul ik zo een beetje die openingetjes op. Nou, ik haal hier even een klein stukje van de onderkant af. Dan lopen we niet het risico dat hij straks bij de onderkant van de mand een beetje uitsteekt. Nou, zo vul ik het een beetje op. Zo, en dan de laatste. Die kan mooi hier nog tussen. Nou, wat denken jullie? Gaat het wat worden of niet? Ik kan nu nog wat veranderen. Deze plak ik even met een stelletje dimensionals eroverheen. Ietsje meer naar rechts. Ja, dit is een beetje het midden. Nou, dan gaan we die bloemen nog een beetje mooi vormen. Door een boomfolder te pakken en dan ga ik die bloemetjes een beetje zo op laten krullen. Kijk, dan gaan ze zo krullen. Zo zie je dat een beetje aan de zijkant. Dat vlak ik dan weer een klein beetje uit. Maar het leuke is, als je het goed opgebold hebt met zo'n boomfolder, dan blijft dat er altijd een ietsje in zitten, ook al heb je hem in een envelop gedaan. Kijk, dat wordt natuurlijk wel iets minder, maar het blijft er wel beetje in. Kijk, zo breng ik die bloemetjes nog een beetje extra tot leven. Niks mis mee om dit niet te doen. Ik doe nu allemaal extraatjes omdat ik het leuk vind om jullie wat trucjes te leren.
Maar het is echt niet per se nodig. Als jij meer bent van clean en simpel, kun je dat gekrul en gespons ook lekker weglaten. Zo. Nou, ga ik nu een beetje bloem schikken. Ik ga er hier eentje plakken en ik ga er hier eentje plakken. En dan neem ik de lila en die ga ik hier plakken en hier plakken. Zo verdeel ik een beetje de kleuren. En dan ga ik er hier eentje op plakken en hier eentje op plakken. Nou, ik kom eigenlijk wel goed uit zo. Ga ik die even omwisselen, denk ik. Even kijken. Die omwisselen, of dat leuker is. Een beetje leuk mixen en matchen van de kleuren. Niet zolang dat ik een beetje het gevoel heb dat ik de kleuren goed verdeeld heb. En als dat het geval is, dan ga ik ze opplakken. En dan plak ik ze dus natuurlijk alleen bij dat begin van de bloem. Er zitten natuurlijk ook wat steeltjes in de bloemen. Dus daar komt er sowieso natuurlijk eentje op te zitten. En zo krijg je ook dat je het niet te stijfjes maakt. En ook niet te perfect willen, dat het allemaal exact klopt. Juist dat het net niet helemaal 100% klopt, laat het er een beetje realistisch uitzien. Maar anders wordt het heel statisch. Nou, het wordt lekker een heel erg volumineus geheel. Kijk, en omdat natuurlijk zo'n bloem eigenlijk aan een steeltje zit, en hier zit geen steeltje, dan doe ik hem gewoon een beetje achter zo'n blaadje. Want dan valt dat gewoon niet op. Dat hij eigenlijk in het niets zweeft. Deze wil ik niet even hoog hebben, dus die wil ik wat, doe ik er dan wat dieper onder. Anders worden deze drie precies op een rij, en dat wil ik dan weer niet. Deze zit nog niet goed vast. Even aandrukken. Zo. Lijkt het me leuk om iets te doen met deze parels. Dit zijn de pastel pearls. Die kleuren er zo leuk bij. Ga ik even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik dat ga doen, of dat ik het weglaat. Ik denk dat ik het een beetje te opvallend vind. Dus ik ga even iets anders zoeken. Moet ik er wat subtieler bij vind passen. Ik heb ook nog deze Artistry Blooms Sequence. Deze vind ik er wel heel mooi bij. Er zitten meerdere kleuren in één pakje. Dus die leg ik er gewoon even bij. Want ik ga eerst even kijken welke tekst ik wilde gaan doen. Nou, dat is natuurlijk deze tekst. May your day be filled with good things. Past echt bij deze stempelset natuurlijk. Lekker vrolijk. Dat past al bij een vrolijke tekst. Neem ik daar even een blokje voor. En ik denk dat ik die ga stempelen met polished pink.
een persmet erbij. Zo. En ik had het idee om deze in losse strookjes te gaan knippen. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik mag de stempel eerst even terug. Ik zal ook meteen deze stempel even terug doen in het doosje. Dan hebben we alles weer bij elkaar. Dan raken we het ook niet kwijt. Even kijken. Nou, dan ga ik gewoon met mijn schaar zo langs de lettertjes knippen. En dan knip ik hem eerst even zo. Misschien vind ik hem zo al leuk. En zo niet, dan knip ik gewoon die strookjes tekst van elkaar los. Nou, er is niks mis mee om zo te doen. Maar ik denk dat ik los even leuker vind. Als dat lukt. Even kijken. Nou, dat wordt nog lastig. Als ik hem nu iets smaller. Oh, dit is ook leuk trouwens. Ik heb hier nog een stukje in deze kaartstok. Dus ik kan hem ook even matten. Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Dat ik net zo'n randje polished pink eruit laat steken. Dat vind ik ook heel leuk. Is het ook niet helemaal kaal meer. Zo. Zien jullie dat? Het is weer een troep op tafel. Het zal ook weer niet zo zijn. Het hoort erbij, zullen we maar denken. Als ik eenmaal druk bezig ben, dan zie ik dat ook niet meer. Alleen dan tussendoor, als ik even stop, dan denk ik, jeetje, wat een rommel is het geworden. Hier vind ik hem ook wel heel leuk. Het is misschien net iets spannender dan in de hoek. Ik denk dat ik dat ga doen. Even mijn lint erbij. En dat ga ik hier om het geheel gewoon lekker heen binden. En dan ga ik even kijken waar ik straks de strik wil hebben. Als ik een strik wil hebben. Ik denk dat ik die dan helemaal aan de linkerkant doe. En wat ik dan zelf altijd handig vind is om het lint af te knippen. Dit is trouwens het Open Weave Ribbon. Het is verkrijgbaar in alle nieuwe, 5 nieuwe in colors. Dit is dus pale papaya. Daardoor kleurt het ook weer perfect bij de rest. En dan doe ik hier even een klein beetje. Op met mijn Stampin' Seal Plus. Dan heb je een heel goed plakkend strookje. En dan leg ik dit hier op. En als ik hem dan omvouw, komt hij automatisch in mijn lijmstrookje. Maar kan ik toch aan de voorkant precies zien waar ik het plak. Zo kom ik altijd netjes uit. Zit je niet te emmeren of te rommelen. Kun je het altijd goed vinden. Nou, deze ga ik eerst even plakken op een laagje. Ook weer met diezelfde pale papaya kleur. En daar heb ik expres een heel smal strookje van gedaan.
Omdat het lint ook al peel papaya is. En in de bloemen zit het ook al. Nou, het staat wel, het is wel een hele mooie frisse kleur. Dan kan nu mijn tekstje erop komen. En ik heb nu iets bedacht wat nog beter, misschien wel leuker past dan de sequins. Maar daar ga ik nog even naar kijken wat ik leuker vind. Even kijken, dan kan daar een klein tipje lijm op, zodat hij ook op het mandje weer goed plakt. Dat valt dan ook net weer een klein stukje over dat lint heen. Dat vind ik leuk, want dan krijg je dat verbindende effect van alle onderdelen. En dan wil ik hier natuurlijk nog een strik. En ik vind het dan handig om die gewoon los te maken. Nou, jullie zijn heel stil. Er zijn helemaal geen vragen, mensen. Wat vinden jullie van de kleurcombinatie van de kaart? Zijn jullie ook zo enthousiast over de nieuwe In Colors als ik? Zo, ik maak hem even kijken of de maat zo goed is. Ja, zo kan hij wel. En dan ga ik de uiteinden even mooi schuin afknippen. Ik heb niet mijn lintschaartje hier, dus ik moet even met mijn gewone doen. Ik heb normaal altijd een extra schaartje, gewoon hetzelfde soort schaartje. Maar het is algemeen bekend dat als je een schaartje voor papier gebruikt, dan knipt die papier tot in eindeloosheid knipt die prima. Alleen gaat hij dan wat minder je lint knippen. Die komt straks hier. Dan ga ik het eerst wel even op de basiskaart plakken. En die is dan weer Fresh Freesia. En dat, oeh, dat vind ik zo'n snoeperige combinatie, die kleuren bij elkaar. Helemaal leuk. Even kijken, lekker zoetjes, lekker fris. Eigenlijk een heel aparte combinatie, maar ze doen het geweldig samen. De kleuren zie je nu niet goed op je computer. Ja, dat kan. Ria zegt, we zijn heel aandachtig aan het kijken. Ja, dat snap ik. We zijn bijna klaar. Dan ga ik nog even alles laten zien wat er voorbij gekomen is. Zo. Dan leg ik hem altijd eerst heel losjes op. Dan check ik even of het overal recht zit. En daarna druk ik hem pas aan. Die dimensionals kun je altijd nog even een beetje manipuleren, zolang je het maar niet echt heel erg drastisch aangedrukt hebt. Dan ga ik hier nog die strik op doen. Ik denk dat ik hem zo recht ga doen. Ik kan hem ook hier doen. Ik ga hem gewoon zo recht doen. Ja. Dan moet ik eigenlijk even een glue dotje, maar die heb ik niet bij de hand. Dus ik ga het even zo doen. Een glue dotje is fijner hoor. Hiervoor. Dit plakt goed genoeg, maar je kan met de glue dotje natuurlijk wat beter en fijner sturen. Nou, misschien, nou, dat werkt niet. Ik moet toch even een glue dotje hebben. Doe ik anders later nog wel even. Hoef jullie me niet weer heen en weer te zien lopen, want ik heb ze denk ik meegenomen naar mijn andere tafel. Ik plak nog wel even mijn sequins ertussen. En hier maken we het even af. En ik ga gewoon lekker hier en daar zo'n sequin ertussen plakken. Want dat glimmertje wat het geeft, dat is echt helemaal leuk. Dat maakt het nog vrolijker. Even kijken.
Zo, hier eentje. Volgens mij is het precies goed zo. Nou, ik heb er 5 opgeplakt. Dat is altijd een mooi aantal. Ik kies meestal voor een oneven aantal. Dan laat ik hem nog even van dichtbij zien. Nou, alleen het strikje zit nog even los. Die ga ik zo nog even met een glue dotje doen. Dit is hem geworden. Even scherp laten stellen. Kijk, dit is hem zo. En dan ga ik jullie gewoon nog even alles laten zien. Dit was de lente. En die heb ik gemaakt met de Seasons Blessings Stempel Set. En de Seasonal Basket Dies. En hierbij heb ik gebruikt het designpapier Pansy Petals. Daarvoor heb ik een kerstkaartje gemaakt. Dat is deze. En hiervoor heb ik ook designpapier gebruikt. En dat is dit papier. En dat is het Tidings of Christmas designpapier. Nou, dan hebben we ook een herfstkaart gemaakt. Dat is deze geworden. Die hebben we lekker stoer en rustiek gehouden. Daarvoor heb ik het bomenpapier gebruikt. Het Beauty of the Earth Designer Series Paper. En als eerste hadden we een super zomerskaartje. Dat was deze. En dan hadden we het designpapier Sweet Symmetry gebruikt. Dat is deze. En al die designpapiertjes zijn nu met 15% korting te bestellen. Ik zal het even zo neerleggen, dan klopt het vaak qua pasvorm wat beter. En dit zijn dan 4 voorbeelden die je met deze set kunt maken. Maar je kunt echt het hele jaar door en nog veel meer kun je met deze stempelset doen. Jullie gaan nog zeker daar meer van zien. Want dit is een set, daar kan ik rustig een hele week mee spelen. En dan eindeloos kaartjes maken en variaties. Dus dit zijn de 4 kaarten van vandaag. Nou, ik ga alle kaarten weer op de foto zetten, zodat je ze even in alle kleur en detail kunt bekijken. Die komen natuurlijk weer op mijn blog te staan, www.dekijkkast.nl. Dat zal ik dan laten weten op mijn Facebookpagina ook, als ze erop staan. En natuurlijk komt deze video ook op YouTube te staan. Ik zou het heel erg leuk vinden als je me even laat weten wat je van de kaarten vindt. Of je mag ook zeggen als je het niet leuk vindt. Ik vind het leuk om gewoon even wat van je te horen. Geef even een likeje of een hartje als je hebt gekeken. Dan wordt deze video ook beter zichtbaar op Facebook. Daar help je me ook altijd al mee. En mocht ik je aan materialen kunnen helpen of heb je vragen, neem dan vooral even contact met me op. Ik ga de camera even draaien. Huppakee. Dat waren 4 kaartjes. Het hele jaar zijn we een beetje doorgesjeest met de stempelset Seasons Blessings. Je ziet ze binnenkort op mijn blog en YouTube verschijnen. En ik lees al allerlei leuke reacties. Even kijken. Ik zal ze nog even voorlezen. Zit nog steeds te kijken met een glas wijn. De nieuwe kleuren vind ik prachtig. Alles. Even kijken. Je vindt het onderste deel te zwaar. Nou, dat kan. Ik vind hem goed in evenwicht. Maar dat is smaken verschillen. Neeltje zegt, ik had de Birch stempelset. Ja, die is ook heel erg mooi hierbij. Ja, eindeloos kun je combineren. En Gerry zegt, hij is prachtig. Je kunt mijn bestelling verwachten.
Je hebt echt mooie kaarten gemaakt. Dankjewel. Goed gekozen, hè? Gerry zegt zeker. Even kijken. Bedankt voor je enthousiasme met de video van het kaarten maken. Bedankt voor de inspiratie. Had nooit gedacht dat je zoveel mooie kaarten met deze set kon maken. Het zijn prachtige kleuren. Nou, volgens mij vonden jullie het leuk. Ik heb met heel veel plezier aan deze video gewerkt, aan deze live. Het is gewoon een prachtige stempelset. Dus ik vond hem helemaal leuk. En ik heb eigenlijk zin om er nog mee verder te gaan. Maar we hebben nog meer leuks. En ik ga dingetjes op mijn blog zetten voor komend weekend. Dus ik moet straks even andere dingen doen. Maar ik kijk er naar uit om dit lekker op mijn blog te gaan zetten. Met fotootjes en noem maar op. Haal mijn blog dus in de gaten. En mocht ik je ergens mee kunnen helpen. Nogmaals, laat het me weten. Dat kan via een persoonlijk berichtje, via een reactie hieronder. Maar het kan ook per mail. Ik zal hem nog even één keer draaien. Mijn e-mailadres is annette@dekijkast.nl. Daar lees ik meteen jouw mail en zal ik zo snel mogelijk antwoord geven. Nou, lieve mensen, allemaal heel erg bedankt dat jullie erbij waren. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend voor degenen die live keken. Voor degenen die later keken, leuk als je alsnog even reageert. Dank je wel. En ik wens jullie allemaal nog een heerlijke dag en avond. En heel graag weer tot de volgende keer. Ik hoop dat ik snel weer een keer live kan. Hopelijk volgende week. Ik ga mijn best doen. Bedankt nogmaals en tot ziens. Doeg doeg!